Yo, 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 yo. Oh, we gaan niet meteen naar de game. Oh, nee. Oh, nee. Ik zei vandaag nog, vandaag gaat alles goed. Ik ga vandaag alles goed doen. Wat doe ik? Druk ik met mijn dikke vinger op het verkeerde knopje? Gaan we meteen naar de game? Jullie dachten al, yes, we gaan een keer meteen beginnen met spelen. Maar nee, helaas. Je moet het weer doen met dit. Hallo. Ja, gaat alles goed? Ja, hè? We hebben dit keer geen rare complicaties. Geen geluiden die het niet doen, van games die het niet doen en weet ik veel wat. Dus alles gaat gewoon weer problemen. Ja, nou, mini probleempjes. Dit waren gewoon domme creatieve probleempjes. Jeetje, wat gaat die chat snel, zegt Tamara. Ja, dat komt omdat we er allemaal heel erg veel zin in hebben. Hoi allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. We gaan weer Animal Crossing spelen. Voor de mensen die deze game niet kennen. Wat heb je gedaan de afgelopen anderhalf jaar? Onder welke steen heb je gezeten? Nou, ik denk dat iedereen toch wel weet. Ik ga het niet eens uitleggen. Ik zie trouwens nieuwe stickers voorbij komen. Nieuwe emojis. Er is nu ook een Rick-emoji. Wel trouwens voor de mensen die alleen lid zijn. Dus hoi iedereen die meekijkt. Wil je vanavond gezellig meekijken? Wil je meesparen voor Crea Credits om in de top 10 te komen? Die bij mij nog steeds top 8 is. Oh, die moet ik nog steeds aanpassen. Ik heb nog steeds niet gedaan. Hey, Bambi, that's me. Leuk, welkom bij de Creatie Crew. Nou, wacht, ik ga mijn verhaal afmaken, want je bent eigenlijk net snel. Wil je meekijken? Wil je gezellig meesparen voor Crea Credits? Wil je in de tussentijd gezellig mee kunnen kletsen in de chat? Hartstikke gezellig. Abonneer je dan eventjes op dit kanaal. Dat is gewoon gratis. Kan hier onder deze video zit gewoon een knopje abonneren. En dan kan je dus gewoon gezellig meekletsen. Maar mocht je het nou leuk vinden om het Creatchick Game kanaal te sponsoren, dan kan je tegenwoordig ook lid worden van het Creatchick kanaal. Staat naast het abonneerknopje. Dat kost €2,99 per maand. Dat is altijd weer opzegbaar wanneer je wil. Maar dan heb je ook allemaal leuke Creatchick emojis die je kan gebruiken. Je ziet zo in de chat voorbij komen. De bloep bloep, de cola. Nou, sowieso krijg je ook een badge achter je naam. Je naam is groen, dus je valt ook beter op in de chat. En je hebt af en toe ook leuke berichten die alleen geplaatst worden voor de leden. Dus als je al lid bent van de Creatie Crew, hello! Superleuk! Ik zag dat er afgelopen dagen nog een paar bij waren gekomen. Welkom! Zo gezellig! Oké, nou, we gaan dus vandaag lekker Animal Crossing spelen. Ik heb er zin in. Hebben jullie er zin in? Je haar zit leuk aan, dankjewel. Weer hetzelfde als altijd. Mijn haar zit altijd hetzelfde. Nee, dat is niet waar. Ik heb soms dagen, vooral met een pony, dat het gewoon echt heel raar zit. Ja, het verboden woord, jongens. Ik zie jullie alweer de hele tijd er heel druk mee bezig zijn. Welkom, mini pizzatje aan 60 frames per second. Wat was het? Welkom bij de Creatie Crew. Superleuk. Hey, er waren weer een heleboel verboden woorden. Ik zag jullie alweer de hele tijd bezig. Zullen we dit keer een poll maken met wat het verboden woord is? Mogen jullie kiezen, goed? Ik kan niet beloven dat ik er heel goed in ga zijn. Sterker nog, ik weet nu al dat ik er niet goed in ga zijn. Maar even kijken. Ik zag namelijk voorbij komen als verboden woord heel veel. Even kijken hoor. Ik had ze net even opgeschreven. Ja. Opslag. Kies die alsjeblieft niet. Want ik moet zo vaak naar mijn opslag. Werken. Oh jongens, dit gaat echt een hel worden vanavond. Dat gaat natuurlijk ook helemaal niet goed. Wat kan nog meer? Vakantie. Zag ik jullie veel typen? Wat hebben jullie nog meer? Noem nog een verboden woord. Dan kun je kiezen uit die vier.
Ja, en dan niet zoiets als verboden woord, of haha, of nee. Want dan ga ik gewoon weer, jongens. Dat heeft helemaal geen nut. Eiland. Oh my, nee, niet eiland. Oké, nou, eiland blijkbaar. Nou, er komen 4 rotopties. Ik ben met alle 4 niet blij, dus leef je uit. Kies welke jij denkt dat vanavond weer helemaal een succes gaat worden. En als je me nou heel lief vindt, spaar me een beetje. Kies dan... Ja... Ik denk dat het echt niet uitmaakt. Ik ben heel benieuwd. Waar zie je de poll? Nou, als het goed is, zie je die gewoon in de chat en kan je daar nu op stemmen. Ik heb mijn water. Ik zie dat ik nog een stickertje onder mijn flesje heb zitten. Kijk, zie je dat? Zo nieuw is hij nou ook weer niet, hoor. Dat is echt al 100 keer mee de vaatwasser erin geweest dan. Of pak ik nou toevallig al net dit flesje niet of zo? Nou, zo te voelen aan hoe erg soppig die is daaronder, zat hij er al een hele lange tijd onder. Maar hij is eraf. Geen stickertjes meer. Oké, zijn jullie klaar met stemmen? Ik ga even kijken. Stem nog maar eventjes door. Stem maar even op iets anders. Hey, Tom Bekkers, welcome to the Creatje Crew. Wat leuk. Superleuk. Oké. Ik ga mijn poll stappen. Ik ga mijn poll stappen, want ik denk dat er niet echt heel erg veel anders uit gaat komen. Het verboden woord, jongens, voor vanavond. Nou, ik kan jullie nu al vertellen dat dit een ellende gaat worden. Het verboden woord voor vanavond, meeste stem, is eiland. Hoe kunnen jullie me dit maar aandoen? Dit gaat sowieso gewoon al niet goed zijn. Ik mocht nu nog wel een keer zeggen, want anders kan ik niet zeggen welke het is. Dus vanaf nu mag ik dat woord niet meer zeggen. We noemen het een drijvend ding in het water. Oké. Dus als ik het heb over drijvende dingen in het water, dan weten jullie waar ik het over heb. Waar kan je stemmen voor de poll? Nou, nu niet meer. De poll is nu al gekozen. Doodlehummer. Ja, oh trouwens, we hebben vanavond een heleboel moderators. Ja, ik zeg, we hebben echt een team voor miljoenen kijkers. We dachten, we missen er nog eentje. Er moet er nog even eentje bij. Dus we hebben een nieuwe moderator er nog vanavond bij. Zowel de laatste, je hoeft ook niet te vragen, mag ik moderator worden? We hebben echt zo'n mega team dat we echt pas over 100 jaar een keer een nieuwe moderator nodig hebben, denk ik. Maar de nieuwe moderator van de avond, en hoe kan het ook anders, is Doodlehummer. Ik zal je naam goed zeggen dit keer. Kon niet anders. Had zoveel bijgedragen aan de Animal Crossing streams dat ik gewoon eigenlijk heel impulsief zei, je wordt ook gewoon moderator. Kom gezellig bij. Dus, nieuw in het team. Allemaal eventjes. Hoi, Doodlehummer. Sorry. Ik moet wel goed zeggen. En natuurlijk hebben we vanavond Ilona die meekijkt. We hebben Annelien die er weer is. We hebben Kaylee die erbij is. We hebben Margje. Dus een hele gezellige boel. Iedereen is er. Maris, waar is je shirt? Nou, die heb ik niet, want het is niet gesponsord nog. Als ik weer langs ga, dan ga ik mijn shirt weer zoeken. Maar ik heb het al wel warm, want ik heb best wel een warme trui aan vanavond. Eni zegt, jouw eiland is zo leuk. Thank you, wat lief. Hoi, Doodlehummer. En altijd weer die blauwe fles. Ja, ik heb vanavond ook wat anders te drinken. Maar jullie moeten me even helpen onthouden, oké? Want ik vergeet altijd te drinken. Dus help me af en toe even onthouden. Daar moeten we nou eens even een emoji van maken. Van een flesje water of zo. In plaats van cola. Anders dan ga ik verkeerde dingen drinken. Ik heb trouwens voor vanavond ook iets lekkers. Dat is namelijk dit. Bush. Milka, appeltaart, genietmomentje. Nou, ik zweer het je, ik heb deze nog nooit geproefd. Je zou denken van wel, want hij is al open. Maar dat ben ik niet geweest, oké? Dus heb jij gegeten of niet? Yep, heeft Rick al zitten snoepen. Vorige keer heb ik hem meegenomen in de winkel. Dat is niet deze reep overigens. Dat hebben we meegenomen omdat ik hem heel graag wilde proeven. Maar toen heb ik hem niet geproefd. En de volgende ochtend lag alleen nog maar het papiertje daar. Ik denk dat Rick hem toen ook helemaal op heeft gegeten. Dus hij was toen helemaal leeg. Dus we hebben nu een nieuwe. Deze komt van de beurs. Heeft iemand gegeven. Dus ik denk, oh nou mooi, kan ik hem eindelijk proeven. En hij is weer voor de helft leeg. Dus volgens mij vindt Rick hem echt heel erg lekker. Maar ik heb hem nog steeds niet geproefd. Dus ik ga het vandaag proeven. Je zei het verboden woord. Nee toch. Nee, toch? Hey Luca, leuk dat je er weer bent. Dankjewel voor de donatie. Maris, ik wil lid worden, maar het staat er niet. Nou, dat klopt. Ik weet niet of je kijkt op je Apple. Sommige Apple-producten die laten het niet zien. Waarom dat is, weet ik niet. Maar dan zou je altijd op je laptop of op je computer kunnen kijken. Het kan ook zijn dat je een kinderaccount hebt. Bij kinderaccounts, ik weet niet hoe oud je bent, maar bij kinderaccounts staat het er niet altijd bij. Maar je even toestemming moet hebben van je ouders daarvoor.
Je las de comment voor je site verboden wordt. Nee, echt waar? Nou, jongens, nee toch? Echt? Oh ja, over dat ik inderdaad... Oh, jullie zijn gemeen. Oh, en dan ook gewoon expres gemeen zeggen. Je hebt echt een heel mooi drijvend ding in het water. Zodat ik het voorlees en dan gaat het nu al mis. Ik ben nog niet eens begonnen met deze game en het gaat om mis. Wat erg. Nou, dit is niet leuk. Weet je, ik ga wel gewoon jullie berichten gewoon niet meer lezen dan. Dan doen we het gewoon lekker niet. Dan weet ik zeker dat het goed gaat. Ik vind eigenlijk gewoon dat als ik een verboden woord heb, dat jullie dat ook moeten hebben. Want anders is het gewoon echt wel heel erg moeilijk en oneerlijk. Echt wel heel erg moeilijk. Hey, wat zijn we met veel vanavond, joh? 1866 kijkers, leuk. Welkom allemaal. Zal ik jullie maar gaan meenemen? We gaan vandaag Animal Crossing doen en dan de DLC. De DLC is de uitbreidingspack die je kan kopen. Die kost €25. Je hebt die voor Nintendo Online nodig. Voor de mensen die het wel vast allemaal gaan vragen. Het is zeg maar een beetje een ander soort game. Je kan nu in één keer werken met je Animal Crossing poppetje. Dus je gaat echt naar Dodo. Vanaf daar kan je ergens heen vliegen. Anna Richter, yay! Welkom bij de Creation Crew. Gezellig! En dan kan je dus gaan werken. Het idee is dat je dan allemaal huisjes kan gaan inrichten. Je gaat uiteindelijk ook een school daar inrichten. Een restaurant en weet ik veel wat. Ik zie Daphne tussendoor zeggen... Ik vind dat wij het verboden woord ook niet mogen zeggen. Nee, dat vind ik dus ook. Dat zou het mij heel veel minder moeilijk maken. Maar goed, de update is dus gratis. De update heb ik jullie vorige keer laten zien. Dat is met dat bootje, dat is met dat koken. Dat is met dat... Nou ja, eigenlijk heel veel nieuwe spulletjes en nieuwe dingetjes. De DLC is dus echt iets anders. Dus je gaat nu echt van je eiland af. Je gaat ergens anders heen. Je gaat daar werken. Je gaat allemaal huisjes inrichten voor allemaal bewoners. Roon, ik hoop dat ik goed uitspreek, maar welkom bij de Creation Crew. Yay! Nou, ik denk dat jullie inmiddels de lid worden knop kunnen vinden. En nou goed, in ieder geval, je gaat er dus werken. En uiteindelijk leer je daar ook weer een heleboel nieuwe dingen die je weer mee kan nemen naar je eiland. Je kan er ook weer spulletjes kopen. Ik zit nog steeds te denken of ik het... Ik zie jullie alweer roepen dat ik het weer zei. Ik zat al heel snel te denken, nee, heb ik het nou gezegd? Heb ik het... Doen jullie me aan? Wat is mijn counter vandaag? Mag ik het vandaag 26 keer zeggen? Weet je hoe weinig dat is? Voor... Oh my, ik ben gewoon nog niet eens begonnen en het gaat gewoon al fout. Ja hoor, kijk, dan komen ze alweer met hun favoriete sticker. Huppa! Nou, Melissa, je bent vast blij. 1, omdat ik op zondagavond stream speciaal voor jou. 2, omdat je heel veel je sticker kunt gebruiken. Oh, wat erg. Ik moet ook gewoon niks uitleggen. Ik moet gewoon niks zeggen. Dan gaat het gewoon goed. Maar ja, dat kan ik niet. Dus dat gaat ook niet goed. Oké, maar je kan er dus ook weer spulletjes kopen. Die kan je weer mee terugnemen naar je eigen drijvende dingen in het water. En dan kan je daar weer leuke dingen mee inrichten. Ja? Oké. Hebben jullie er zin in? Zijn jullie er klaar voor? Jim, welkom. Welkom bij de Creative Crew. Leuk. Oké, we gaan naar de game. Nu echt. Ja, daar zijn we dan. Zo, zet even mijn muziek uit. Mijn koptelefoon goed op. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Wat vinden jullie van mijn outfit? Ik heb speciaal een heel mooi werkpak aangetrokken. Ik ben al de hele tijd alweer op mijn eiland heel druk bezig. Hey, thanks Isabel voor de superchat. Weet je wanneer live komt? Ik heb heel eerlijk gezegd echt geen idee. Ik weet echt nooit op welke dagen ze komen. Maar als je nou de update hebt, dan kan je naar Harvey's drijvende ding in het water. En dan kan je uiteindelijk daar een winkeltje voor beginnen. Dus dan kan je altijd elke dag bij er langs zien. Van, dan komt ze nog wel één keer in de zoveel tijd. Je zei het weer! Nee! Oh my! Ik heb het gewoon weer gezegd! Nee, waarom letten jullie ook zo goed op? Je moet ook gewoon niet luisteren. Gewoon lekker kijken. Hier, kijk hier. Ik ga heel veel dansjes voor jullie doen. Hier, let op. Wacht. Doe het leid ze af. Hier, doe iets leuks. Doe iets. Kijk. Ja? Klaar voor? Kijk allemaal lekker maar naar haar. Nou, dus de teller zit al op 3 dan nu. Gaat goed. Gaat erg goed. Echt, ik ben weer mega trots op mezelf. Dit is echt te moeilijk. Ja, echt verschrikkelijk. Oh, ik heb nog 25 keer te gaan, zegt Ela. Nou, dat is fijn. 25. Het wordt steeds meer. Zometeen kan ik gewoon de hele stream hetzelfde woord zeggen. En dan maakt het helemaal niet meer uit.
Oké, nou, we doen net alsof we dat niet hebben gedaan. Hey, ik ben heel hard bezig geweest met het verbouwen op mijn eigen drijvende dingen in het water, uiteraard. Want ik mocht niet streamen, hè? Dus ja, dan ga ik gewoon lekker voor mezelf spelen. Kijk, ik heb een bakkerijtje gebouwd. En daarom heb ik dus ook deze outfit aan, omdat ik heel veel aan het verbouwen ben op mijn eigen drijvende ding in het water. Wat vinden jullie van mijn bakkerij? Kijk even hoe cute het is. Hier zat eerst een plantenwinkeltje en ik moest die nog steeds iets maken dat ik nog steeds niet had gedaan. Dus toen dacht ik, ik had van Mila had ik deze gekregen, deze vitrine. Dus dan hebben we er hier dit van gemaakt. En als je dus gaat werken, kijk, daar heb ik dus dit kassaatje vandaan. Die kon ik daar dus kopen. En ik heb vet veel zitten koken, hè? Kijk, dat is gelukkig dan niet het verboden woord voor vandaag. Ik heb hier brood zitten bakken. Ik heb pannenkoeken gebakken. Ik heb cake zitten maken. Ik heb worteltaart zitten maken. Wat is dit? Bruine suikercake of zo. En ik heb een bagel gemaakt. Kijk, hier. Ik ga jullie meenemen naar mijn farm. Want ik heb hem inmiddels een hoop, joh. Oh ja, ik heb hier nu even dit heen verhuisd. Dit gaat een winkelcentrum worden ooit. Maar het is nu nog steeds een bar. Maar ja, dat café heb ik nu niet meer nodig. Want we hebben nu een café. Nee, rip plantenwinkeltje. Ja, ik ga hem wel weer ergens terugbouwen. Maar ik had daar alles al weggehaald voor die bots die toen kwam om van alles te brengen. Wat uiteindelijk helemaal niet nodig was. En toen dacht ik van ja, dan ga ik niet weer hetzelfde terugzetten. Want dat kan niet twee keer hetzelfde doen. Dus toen heb ik gewoon voor wat anders gemaakt. Kijk, allemaal worteltjes. Kijk, je ziet precies welke ik heb geplukt. Want hier had het heel veel geregend. Dus daar groeide er overal drie. Kijk, en die heb ik allemaal geplukt waar er nu eentje zit. Dus je moet ze wel goed water geven, dan krijg je er meer. Kijk, mijn verse tomaatjes. Mijn graan. Of mijn tarwe is het eigenlijk. Die vind ik wel minder mooi als die maar per eentje groeit. Die mag voor mij wel dubbel zijn. En mijn suikerriet. En mijn aardappeltjes, jongens. Nou, echt hoor. Boerin Maris is weer helemaal in haar nopjes. Je bakkerij is leuk. Je hele drijvende ding in het water is leuk. Dank je, Lieke. Nou goed, ik ben hier dus een heel klein... Dit zijn kleine aanpassingen, dus bos aantreven, ietsjes anders. Ik zal jullie wel even laten zien waar ik dit weekend mee bezig ben geweest. En dan gaan we aan het werk, oké? Okay? Aan het werk met mijn karaktertje. Niet dat ik zo meteen weg ga. Doei jongens, ik moet naar mijn werk. Oh wacht, ik ben op mijn werk. Kijk, dit is een beetje leeg. Ik ben zeg maar zo'n type. Als ik ga bouwen, dan ben ik altijd ergens begonnen. En dan denk ik altijd, oh wacht, dan moet ik ook dit aanpassen. Oh wacht, dan ga ik ook even dat aanpassen. Oh wacht, dan doe ik dit ook. En uiteindelijk is mijn hele eiland op de schop. En dan moet ik alles doen. En dan denk ik altijd s'avonds, waarom moest ik nou ook weer zoveel ondersteboven gooien? Waarom ben ik niet gewoon één dingetje aan het verbouwen? En je zei het weer. Je zei het weer. Nee. Ik zie maar één iemand dat zeggen. En uiteindelijk ben ik weer... Oh nee, dan komen die stomme stickers weer. Oh, wanneer zei ik dat dan? Ik heb zo weinig controle over mezelf. Maris, je moet beter opletten op wat je zegt. Oké, het wordt echt de hel van de avond. 4 keer al. Ja, echt wel. Oké, nou hè. Ik zit al op 4. Ik heb nog 25 keer te gaan. Nee. Ik ga proberen het nog 1 keer, oké? Ik ga het proberen, maar het gaat sowieso fout. Oké, maar dan gaat uiteindelijk alles op de schop. En dan ga ik alles zitten verbouwen. En dan denk ik s'avonds, voordat ik nu wil gaan slapen, van waarom? Waarom doe ik dit nou? Waarom doe ik niet gewoon 1 klein stukje? Waarom doe ik meteen ook weer alles? Weet je wel? En dan kan ik er liever slapen, omdat ik wil dat het allemaal weer een beetje opgeruimd en netjes is, zeg maar. Nou, hè, lang verhaal. Waarin ik het verboden woord heb gezegd, gaat supergoed. Ik heb een nieuw pizzeriaatje gemaakt. Op mijn drijvende ding in het water. En ik vind hem echt heel schattig. Want ik had ook zo'n pergola gekocht. En ik vond dat zo erg Italiaans, weet je, met van die mooie hangende roze regen. Dus ik heb van die tafeltjes zitten knutselen en dingetjes er weer op zitten koken natuurlijk. Heel veel zitten koken. Dus dit heb ik gemaakt. Ik vind het helemaal schattig. Ik heb hier nog een afslag deze kant op. Maar ik weet nog niet wat ik hier ga doen. En ik weet ook nog niet wat ik hier beneden ga doen. Misschien een kermis of zo. Maar dat gaan we niet in deze stream doen. Dus ga ik jullie ook niet meer lastigvallen. Zien we wel een andere keer. Ik heb hierboven... Ik heb die trap een klein stukje opgeschoven. Yo, ik heb getijdreisd voor mijn leven. Dat wil je niet weten. Maar ik heb die trap een stukje opgeschoven. Ik heb die villagers. Is het iets te decadent om meer dan 1 groovy overhemd te hebben? Ja, dat is wel een beetje decadent inderdaad, ja.
Ik wil zeker je groovy overhemd hebben. Daar ben ik echt super blij mee. Wacht, jongens, nu even niet opletten dat ik in mijn ondergoed sta, oké? Okay? Want ik heb geen broekje eronder aan. Oh, ik heb een panty eronder aan. Nou, het is niet eens heel verkeerd. Kan best. Kan best. Oké, okay, maar Marshall, je lijkt me af. Zij woonde hier al, dus dat heb ik nog zo laten staan. Die trap hier in het midden zat hier ook al, maar ik heb hier nu andere villagers nog bij gedaan. Dat wilde ik eigenlijk al sinds het begin. Maar is, wat vind je het leukst aan je drijvende ding in het water? Je dacht dat ik het ging zeggen, hè? Ging goed. Nou, tot dusver nu dit stukje. Maar ik vind het altijd gewoon mijn nieuwste stuk dat ik heb gebouwd het allerleukst. Dat heb ik altijd. Dus ik heb hier Diana, of hoe heet ze naartoe verhuisd. Die zit nu hier zo. Ik heb hier een mooi stukje natuur gebouwd. Er mag nog wel iets van plantjes of zo bij, maar dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb helemaal een afslap gemaakt voor mijn camping. Want mijn camping die zat natuurlijk daarbovenop. Die heb ik naar beneden gesmeten, want die wilde ik daar nu weg hebben. Dus die zit nu hier met allemaal mooie lichtjes. Die ik ook weer helemaal heb aangepast bij Harvey. Bij die, hoe heet die nou? Die blauwe knaap. Ik heb geen idee hoe die heet. Hey Maris, ik heb dat ene booglichtje in het hout. Wil je die misschien? Bedoel je deze? Want die heb ik. Maar die vind ik erg leuk inderdaad. Je drijvende ding is prachtig, Maris. Ah, thanks Aniek. Nou, ik heb hier een hele doorgang gemaakt. Kijk, daar komen we nu aan bij de camping. Die heb ik hier nu achter. Het enige nadeel is dat die huisjes zitten er een beetje voor. Dus ik moet een beetje mijn camera draaien. Maar hier was ik nog bezig met een gezellig plekje maken. Hier nog iets voor plantjes. Maar het leuke is... Oh jongens, dit was een werk. Dit was namelijk 2 etages hoog. Dus ik heb eerst die tweede etage met mijn schep weg moeten halen. Toen de eerste etage met mijn schep. Oh, we zijn echt zo lang mee bezig geweest. Maar het is wel heel leuk dat ik hier nu zo kan doorlopen. In plaats van dat het altijd zo in zo'n hoekje zat, zeg maar. Hey. Toen dacht ik, dat ga ik ook met mijn pompoenboerderij doen. Die ga ik ook 2 verdiepingen naar beneden halen. Nou, het heeft echt zo'n stukje ervan afgezeten. Of dan was ik dat ook alweer aan het verbouwen. Dus ik ben blij dat ik dat even nog niet heb gedaan. Anders had ik er echt een rotzooi van gemaakt. Maar je kan hier dus nu helemaal een rondje lopen. Ik heb hier nog trouwens bij die camping, ga ik ook nog even snel laten zien, ook nog een stukje gemaakt waar ik weer naar boven kan. Ik vind dit zo leuk. Dat je echt zo helemaal zo hier door die natuur heen loopt. Vet schattig. Ik vind dat echt heel leuk. Ja, mooi hè? Ja, thank you. Ik ben hier ook echt helemaal blij mee. Het voelt helemaal als een gezellig campingje zo. Kijk, hier heb ik een trap geplaatst. Kijk, hier zit nog niks. En je komt hier zo uit bij die pompoenboerderij. Die ik dus naar beneden ga verhuizen. Ooit. Ooit. Nog niet nu. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk. We hebben nu extra trappen. Dus ik vond die heel leuk staan daar. Nou, hier heb ik dus... Ik dacht, ik wil eigenlijk iets van een riviertje hebben. Die er helemaal zo lekker... er doorheen loopt. Dus ik wilde gewoon wat meer natuur. Dat zeg ik al heel lang. Ik ben altijd van het helemaal dichtsmeren met grijs. Maar ik wilde gewoon wat meer natuur. Dus dat ben ik vooral aan het bouwen geweest hier zo. Dus dat is wat ik heb gedaan eigenlijk dit hele weekend. Oeps. Maris met haar uitleg. Ja joh, het duurt altijd allemaal zo lang. Oh, oepsie. Maar dat, ik heb voor de rest... Oh nee, wacht. Ik heb nog wel 1 ding gedaan. Nee, ik heb nog 1 ding gedaan. Ik heb nog 1 ding laten zien. Daarna gaan we echt aan het werk. Kijk, ik had natuurlijk hier mijn winkel. Maar omdat ik hier nu mijn restaurant had, zat die winkel hier zo net even in de weg. Het was net niet fijn. En daardoor zat hij er tegenaan. Die winkel staat mega hoog. Dus dan kan je er helemaal niet lekker achter kijken. Dus die winkel heb ik ook verhuisd. Ik weet niet of ik mega content ben met het plekje waar die nu op staat. Maar op zich, ach. Ik heb hem namelijk naar het strand verhuisd. Ik vind het echt, hij past zo erg niet bij mijn interieur van mijn hele eiland. Het is echt zo erg, zo'n erge strandtent. Dus vanaf nu hebben we hier de Nookshoek. En een pinautomaat erbij. En mijn tiki bar is even wat verkleind. Dat is nu gewoon een klein tiki barretje. Nou, helemaal gezellig. Maris, laat dat drijvende ding eens zien. Ja. Dat andere drijvende ding gaan we laten zien. Ik heb een slushmachine. Dat is zo cute. Ah, oh, jullie hebben zoveel leuke spulletjes al. Ik zag ook al voorbij komen in mijn DM's dat sommige van jullie... Oh, wacht. Ik loop helemaal hierheen om naar de winkel te gaan. Maar die zit daar natuurlijk niet meer. Dom. Ik was al bij de winkel. Ik zag ook dat sommige van jullie de game setup al hadden. Die zeiden van ja, ik kan anders wel kan je hierheen komen. Dan kan je hem catalogen. Maar ik wil ook echt wel een beetje wat zelf verzamelen. Nee, zei ik het weer. Oh nee, waarom zei ik het nou weer? Oh, nou, het is alweer klaar. Zet al 5 keer. Hoe lang het volgehouden vandaag? Wat is mijn record? Dit is toch wel het ergste ooit. Oh, wat erg. Hey, Meerte. Meerte zegt, ik ben helemaal opnieuw begonnen. Jeetje, wat een werk. Maar Lisje komt meteen weer door. Ja,
is weer blij. Ja, ik ben volgens mij pas 10 minuten bezig met deze hele stream. En ik ben nu al gewoon... Oh, 25 minuten ben ik bezig. Nou, volgens mij is het vorige keer erger. Maar jullie worden ook wel steeds... Het worden wel steeds moeilijker... Ja, ik heb het natuurlijk nu zelf ingetypt. Ik had ook hele makkelijk kunnen kiezen. Maar het wordt wel steeds moeilijker. Oké, maar in ieder geval... Ik wilde dus gewoon wel zelf ook wat gaan sparen, zeg maar. Ik durf niks meer te zeggen. Hé, hey, een lamp hebben we te koop. We gaan gewoon over iets anders beginnen. We kunnen een lamp kopen. Het is echt een lelijke lamp. Maar wie weet een TL-lamp voor in mijn... Chinese sfeerverlichting noemen ze dat toch? Dan gaan we een Chinese restaurant maken. Die heb ik. Een wasmachine heb ik ook. Wat is dit voor kopje? Oh, die is schattig. Staat er nou een pompoen op? Ja, dat mag ik weer zeggen. Die wil ik. Ja, kijk. Ah, oh, ja, wil ik. Doe er meteen maar nog één. Ik wil er wel twee. Nee, ik wil er nog één. Ja, ze mag wel drijvende dingen in het water zeggen. Ja, ik mag wel drijvende dingen in het water zeggen. Weet ik echt niet meer hoe ik het moet noemen. Ja, het nieuwe verboden woord. Dan kan je de hele tijd blijven typen dat ik het verboden woord zeg. Want zeg je zo snel. Oké, even kijken nog wat ze hier hebben. Geen game setup waarschijnlijk, maar misschien nog een leuk behangetje. Hebben we iets leuks? Meh. Oké, nou, klaar hier. Hé, als je gaat werken... Dat mag ik wel zeggen, werken. Als je gaat werken, dan krijg je dus ander geld. Je krijgt geen klingels, je krijgt Pokey. Nou, dat is natuurlijk superleuk. Onze kat heet ook Pokey. En met die Pokey... Kijk, zie, dat gaat niet goed hoor. En met die Pokies kan je dus weer heel veel spulletjes kopen die je weer mee kan terugnemen. Zo heb ik dus ook... Dat kassaatje dus gehaald. Ook die boompjes die je net hierboven zag staan. Een vet leuke fiets. Ze hebben echt wel hele leuke spulletjes daar zo. Dus wat dat betreft is het zeker wel de moeite waard om het te willen spelen. Kijk dit. Vet schattig. Ik weet alleen nou niet of je die dingen ook eigenlijk weer kan bestellen. Daar heb ik nog niet naar gekeken. Of dat je ze echt alleen maar daar kan halen. Of dat ze dus in je catalog staan. Maar, zullen we gaan werken? Zijn jullie er klaar voor? Ja, je zei, ik wou het zeggen, ik zie iemand in de chat, ja, je zei het! Maar dat is denk ik om de toch? Volgens mij gaat dat drijvende ding in het water, gaat nu wel oké. Ik weet het niet. Ik weet van niks. Oh, het is te moeilijk. We gaan werken. Ik heb trouwens op Harvey's drijvende ding op het eiland. Nee! Nee! Ik wilde het goed doen. En dan doe ik het juist fout. Ik bedoel, ik heb op Harvey's drijvende ding in het water. Oh, nee. Oh. Waarom is het zo moeilijk? Oh, Adeline lacht me ook uit. Nou, snap ik. Dit was echt wel de meest domme. Deze tellen we niet mee. Als jullie deze doen, deze tellen we niet mee. Dit is echt zo dom. Ik heb nu bij Harvey... Waarom stop ik daar ook niet gewoon? Waarom moet ik het zo... Bij Harvey. Iedereen weet waar Harvey is. Gewoon genoeg. Ik heb bij Harvey heb ik nu bijna alles. Dat was het enige wat ik wilde zeggen. Oh. Oké, ik wil op reis. Nee. Ik wil gaan werken. We gaan werken. Onze kinderen zijn trouwens echt helemaal fan van dat werken. Dat is echt, ze vinden dat volgens mij nog leuker bijna dan Animal Crossing zelf. Als in, dit is natuurlijk ook Animal Crossing, maar je snapt wat ik bedoel. Op hun eigen eiland. Dat hebben ze ook echt al superveel gespeeld. Waarschijnlijk ook omdat het nieuw is, maar dat vinden ze wel echt het leukste, hè? Dat werken. Dat zitten ze echt de hele dag te doen. Dankjewel, Fran, voor de superchat. Super, thank you. Nou, daar gaan we dan. Komt Ilona, wie is Harvey? Nou, Harvey die heeft een drijvend ding in het water. Daar kan je heen. Oh ja, Ilona weet waarschijnlijk niet. Jawel, van de vorige stream toch? En daar staan nu allemaal van die winkeltjes die je kan beginnen. Nou, welkom. Ik heb inmiddels een paar... Nee, ik zei het niet weer. Nee! Waarom? Wanneer zei ik het? Oh nee, stop nu. Het is te moeilijk. Oh, wat verschrikkelijk. Wat is hoeveel? Een drijvend ding? Ja.
Oh ja, ze vinden het nog leuker dan spelen op hun eigen drijvende ding, zei ik. Jongens, ik vind het tijd voor een stukje chocola. Is te moeilijk. Welke streamer doet dit nou? Welke streamer denkt nou, ik ga game streamen en moet allemaal moeilijke dingen doen? Goh, laat ik het mezelf nog moeilijker maken. We doen er ook nog een verboden woord bij. Wie doet dat? Wie doet dat nou? Niemand. Geen enkel gezond meer hoekop. En voor straf gaan jullie allemaal luisteren naar hoe ik dit ga eten. Het smaakt naar alsof ik thee in mijn chocola heb. Jij? Ja, ik inderdaad. Jij doet dat, het is je eigen keuze. Nou nee, ik weet niet, het was zo ontstaan. Oké, jongens, wat vind ik van de chocola? Het is niet vies. Ik zou het best opeten de rest van de avond. Maar het smaakt alsof er een theezakje in mijn chocola zit. En dan niet, want ik heb lekker met mijn chocola in de thee gedompeld. En misschien komt dat omdat ik ook wel eens appeltaarten thee drink. Misschien dat ik daardoor die associatie er nu mee heb. Maar ik vind meer smaken naar appeltaarten thee in chocola geprakt. Dan dat ik nu een appeltaartje aan het eten ben. Maar misschien ligt dat aan mij. Maar het is niet vies, maar het is niet mijn favoriet. Oké. Okay. Er is het smaakt van thee met chocola. Ja, gewoon precies omgekeerd, zeg maar. Maar ook zo droog, weet je wel, met van die... Ja. Oké, okay, never mind. Het is niet vies. Ik ga het sowieso opeten. Oké, okay, we zijn aan het werk. Ik heb hier inmiddels een paar huisjes gedaan. En je begint echt met best wel een wat kleiner huisje. En het wordt natuurlijk een beetje uitgelegd. Je mag in het begin je werkkleding uitzoeken. Maar ik heb er nog niet veel gedaan. Ik heb er nu... Wacht, ik heb een... Oh, nee, verkeerde. Nee, dat weet ik. Dat wilde ik ook helemaal niet doen. Hier wilde ik klikken. Ik heb net een app gekregen op mijn telefoon. Kan ik jullie in ieder geval laten zien welke huisjes ik heb gedaan. Kijk, ik heb er nu 2, 4, 5 ingericht nog maar. En toen dacht ik, ik ga nu stoppen, want de rest ga ik samen met jullie doen. Lisanne, die vond de milke appeltaart echt helemaal niks. Nou ja, volgende keer zal Rick geven. Die vindt het blijkbaar heel erg lekker. Nou, Margie zegt, dit is de eerste keer dat ik de gameplay van de DLC zie, want ik heb hem zelf nog niet gekocht. Nou ja, ik vind het wel heel leuk, maar moest wel even inkomen, want het is, je bent in één keer niet bezig op je eigen eiland. Nou, je bouwt dus een aantal van die huisjes dan voor een ander. Je krijgt ook echt een opdracht. Hij zal je zo meteen al zien. Kijk, dit is de platte grond van waar je dan kan kiezen. Van ik wil hier bouwen of ik wil hier bouwen. Maar je moet het een beetje zien. Volgens mij heb ik trouwens gewoon weer het verboden woord gezegd, hoor. Volgens mij zeg ik het weer. Maar... Jij ziet. Ik zat alweer te wachten. Ik denk, hé, wacht. Volgens mij heb ik het alweer gezegd. Ik begin het wel te horen. Is een begin. En Melissa wordt er zo blij van, hè. Die doet zo enthousiast lekker die ding intypen. En dan, ja, en die houdt het bij. Dat is weer nummer 9. Doodle-jummer zegt, het moeilijkste van de DLC vind ik kiezen waar ze een stukje krijgen. Ja, dat vind ik dus ook. En ik wilde ook nog niet de allerleukste plekjes kiezen. Want dacht ik, dat wil ik dan samen met jullie doen. Maar je hebt dus een heleboel plekjes waar je gewoon uit kunt kiezen in verschillende seizoenen. En zie je het een beetje als een free play. Je gaat dus huisjes inrichten in opdracht. Ik vind het zelf wel erg leuk. Want daardoor bouw je en richt je ook een keer in buiten je comfortzone. Zoals hier heb ik echt een sinaasappelhuis gemaakt. En ook de buitenkant. Maar dat kan ik jullie nu niet laten zien. Want je ziet nu ook aan de buitenkant gewoon niks. Zeg maar. Je zit alleen de binnenkant. Zei ik nou weer? Nee, toch? Want dan gaat er echt iets mis met mij, hoor. Nee. Niet toch? Nee, toch? Nee. Oh, hoe dan? Nou, ik ben denk ik gewoon niet helemaal goed. Oh, wat moeilijk. Jullie tellen maar hoor, hoe vaak ik het zeg. Want ik... Ik kan het niet meer bijhouden. Nou, ik ga heel snel weg uit deze map. Want deze map is heel gevaarlijk voor mij vandaag. Je gaat het wel gewoon zien. Oké? Ik ga gewoon niks erover uitleggen. Je ziet wel. Ik ga mijn werkkleding aandoen. Ik ben klaar mee. Wat mag je niet zeggen? Nou, Lia, weet je dat drijvende ding dat altijd in het water drijft waar je op bouwt? Dat mag ik niet zeggen. Kijk, hier hebben ze dus allemaal spulletjes die je kan kopen. Die koop je dus met pokies. Nou, je ziet bovenin hoeveel pokies ik heb verdiend. Dus vandaag is dit er te koop. On air!
die heb ik nodig voor in mijn streamkamer die ik in de kelder aan het bouwen ben. Als ik dan aan het streamen ben, dan kan niemand me lastigvallen. Komt er hopelijk ook niemand op bezoek, want dan ben ik on-air. Nou, las ik in de chat vandaag. Het drijft alleen niet, zegt Melisje. Het drijft wel, want anders weet ik niet hoe ik het moet uitleggen. Oh ja, jullie zien mijn pokies niet. Nee, sorry, daar zit inderdaad precies me voor. Ik had net nog wat meer pokies. Ik heb er nu nog maar 6000. Ik zag net dat Doodlehummer dat schreef in de... Ja, oh, je zegt het nu weer inderdaad in de chat. Dat je hebt hier van die souvenirschokolade. En wij hadden het erover vandaag van... Waarom zou je dat kopen? Wat zou je daarmee kunnen? En ik zei of nou, misschien kan je dat aan je villagers geven. Vinden ze dat vet leuk? Dan zag ik Doodlehummer schrijven. Als je het aan je villagers geeft, dan komen je villagers ook op het eiland. Omdat ze hier dan hun vakantiehuisje willen. Dat is natuurlijk vet leuk. Dus dat gaan we sowieso doen. Dus we kopen eventjes. Auwe ja joh. We doen lekker gul. We kopen de 3. Milka appeltaart voor iedereen. Oké, nou, ik ga aan het werk. Hierboven heb ik mijn eigen hockey. Dat is mijn eigen kamertje. Daar kan ik ook mijn spulletjes. Ik heb al spulletjes daar trouwens in de kist gestopt. Want ik had natuurlijk weer mijn zak vol. What else is nieuw? Nee! Waar? Nee! Zei ik het nou weer? Oh, waarom zo vaak? Oh, wat erg. Ik weet ook niet dat ik het zeg. Dus ik net nog heel verhaal zetten. Ja, het gaat beter hoor. Ik heb steeds beter door wanneer ik iets zeg. 11. Nou, wat moeilijk dit. Nou, jullie kunnen in ieder geval wel lekker vaak voor alle leden de emotie met mijn hoofd gebruiken. Daar doe ik het voor. Echt, daar is het voor. Hey, ik heb hier mijn eigen kamertje. Ik heb hier dus die kist waar ik mijn troep in dump. Ik moet goed nadenken voordat ik wat zeg. Ik heb hier mijn locker. Hierin kan ik me aankleden. Nou, mijn haar doen. Dus ik heb ook een keer een ander kapsel. Ik vond deze eigenlijk wel heel erg leuk. Moest er wel van wennen. Maar het lijkt echt best op mijn haar met die plukjes zo. En dat ponnetje en zo. Lief vlechtje. En ik dacht, het ziet er ook wat meer tropisch eiland uit, zeg maar. Bloep, bloep, bloep. Verboden woord. Wat is dat? Misschien weet Harvey het. Harvey weet helemaal niks. Hoi. Ja, ik heb zeker zin om aan de slag. Laat me alsjeblieft werken, zodat ik minder ga kletsen. Want dit gaat niet goed. Wat vind je van mijn outfit? Dit is mijn werkoutfit. Ik was niet helemaal eens met dat blouseje. Maar ik moest en zou dit blouseje aan, want er was geen andere keus. De rest kon ik wel gewoon kiezen. Zeg ik het nou weer? Het voelt net alsof ik niet helemaal goed ben. Nou, ik zit er op 12 hoor. Ik zei tropisch drijvend ding. Echt gewoon 1 seconde. Het is toch moeilijk. Dark Prince, zeg maar, dit is echt niet jouw avond. Nou, niet met het verboden woord, nee. Oh, laat me aan het werk gaan. Het gaat niet goed. Melisje weer blij met de stickers. Oh, I suck. I suck. Oké. We hebben hier... Ik ga nog harder nadenken over wat ik zeg. We hebben hier mensen. Villagers. Die willen een vakantiehuis. Nog niet die van mij. Want ik heb ze nog geen chocola gegeven. Ik moet ze blijkbaar omkopen. Maar we gaan kiezen. Jullie mogen me even helpen kiezen, oké? Deze wil wel eens weten hoe het is om op een kantoor te werken. Dus blijkbaar wil hij een heel kantorig huisje. Deze wil arcadekasten. Oh, dat is wel leuk. Wat wil hij? Een knuppelcollectie. Of bordspellen. Oké, nou weet je, ik laat jullie in de poll kiezen wie we gaan doen. Wie krijgt een vakantiehuisje? Doen we knuppelgast. wat hadden we nog meer? We hadden de... even kijken. Dit was de knuppelcollectie. De bordspellen. Bordspelgast. We hebben... even kijken. Wat was hij? De arcade of kantoor? Oh ja, dat was het. De arcade... de controle valt. Arcade konijn. Of gaan we voor de... kantoor koala. Oké? Nou, hier komt de polneke. Dan gaan we voor diegene een huisje maken. Er
is er nog één? Oh, heb ik er eentje overgeslagen. Oh, arme schat met de lelijke poppen. Die mag niet komen. Ik hou niet van poppen. Arcade konijn, zeggen jullie? Nee, die lijkt me ook het leukst. Daar was ik ook het meest enthousiast over. Hè? Dus dan snap ik dat jullie daarop stemmen. Dat moet ik volgende keer met mijn verboden woord. Kies ik een hele makkelijke uit. Ben ik daar gewoon super enthousiast over. Gaan jullie er allemaal op stemmen. En dan heb ik het vet makkelijk de hele avond. Hello, Sabi. Oh, je dekentje ligt er niet, hè? Zal ik die even neerleggen terwijl de mensen aan het stemmen zijn? Kan je lekker liggen. Kijk, moeten jullie trouwens zien hoe groot Sabi is geworden? Dat is echt een flinke poes aan het worden, hoor. Ah! Oké. Ik wil niet in beeld. Ik wil over je bureau heen lopen. Zeg maar hallo. Hallo. Dat schijnt niet. Nope. Later. Sabi is weer weg. Oké, nou, Arcade Konijn. Ik denk dat Arcade Konijn wel de meeste stemmen heeft gekregen. Dus we gaan voor Arcade Konijn. Yeah, 37%. Oké. Kom hier, Arcade Konijn. Je krijgt een vakantiehuis. Nou, als je een vakantiehuis bouwt, dan hebben ze een paar eisen. Ik ben dus nog niet zo heel ver, hè? Dus ik heb nog niet mega veel dingen. Onze kinderen zijn al veel verder. Die hebben ook al allemaal dingen ingericht, zoals een restaurant en een school en een café. Die hebben echt al van alles gedaan. Sabi op de achtergrond. Doe daar maar niet in, Sabi. En krijgen dus ook veel meer opties. Die kunnen dus nu ook een wandje bouwen. En dat wandje dat kan je ook weer bouwen op je eigen drijvende ding in het water. En dan kan je dat dus gewoon plaatsen midden in je kamer, zeg maar. Dus dat hebben zij allemaal al unlocked. Ik ben dus echt nog niet zo heel ver. Ja, klopt, Danielle, dat poppen eng zijn. Ja, ik ben ook niet zo heel erg fan van poppen, hoor. Oké, wat wil hij? Nou, laat maar raden. Het is vast met arcadekast. Ah, tof. Oké, we gaan dus echt een heel erg arcade-achtig huisje maken. Waar plaatsen we hem dan? In welk seizoen? Want wat wil die? Even kijken, we kunnen natuurlijk zoiets. Ik laat jullie wel weer stemmen. Doen we alweer een poll. Doen we lekker poolavond. Welk seizoen kiezen we voor hem? Winter. Ik was er al bang voor. Ik zei nog, doe er maar niet in, Sabi. Maar Sabi ging er wel in. Jullie hebben het waarschijnlijk gezien. Of niet? Oh, boefje. Ik heb namelijk vet leuk een... niet per se als streamdecoratie of zo. Maar ik moest hem gewoon ergens neerzetten. En ik vond hem leuk. Ik heb een hele retro coolbox gekocht. Dus die... Echt een super impulsieve aankoop ook trouwens. Want ik had het helemaal niet nodig. Maar die was vet leuk. Wat gebeurde daar? Ik ga het uitleggen. Ik heb dus een lila coolbox gekocht. Intussen kunnen jullie trouwens stemmen, hoor. En dat is dus echt zo'n retro coolbox waar je dan gewoon je colaatjes in kan doen als ik dus aan het rolschaatsen ben. Vond het zo leuk. Dus die heb ik meegenomen, maar ik kon hem nergens kwijt. Dus dan dacht ik, nou, ik zet hem gewoon hier in de studio neer. En dan doe ik hem gewoon open, doe ik er colablikjes in, vet leuk. Maar Sabi die dacht net, wat is dit? Dus die ging er natuurlijk helemaal in klimmen. En toen zei ik nog, want doe dat maar niet, Sabi. Maar nu is allemaal cola op de grond gevallen. Dus dat is niet erg fijn. Oké, jullie stemmen voor herfst in de tussentijd. 40% wil herfst. Oké, dan gaan we hier. We hebben niet veel keus. Dus dan doen we een van deze drie. Nou, doen we deze wel. Die is wel het leukste met al die hellingjes en zo. Herfst, lekker voor spelletjes bij de warme kachel. Ja, helemaal waar. Maar dan hadden we eigenlijk die bordspelgast moeten kiezen in plaats van die arcadegast. Dat was nog meer passend geweest, vind ik. Let's go, we gaan. Nou, dan gaan we samen met, hoe heet die? Ik weet niet meer hoe die heet. Loki? Nee, geen idee. Ik heb een naam, ben nooit zo goed in. Oh, is dat een Marisse drink? Oké. Thank you. Ja, dit gaat heel leuk worden. Dat denk ik ook. Weet je wat chill is trouwens van dit? Dit zouden ze voor mij ook wel op het andere drijvende ding in het water mogen doen. Is dat je gewoon hier buiten ook de editor hebt, net zoals binnen. Dus ik kan alles gewoon aanpassen. Ik hoef niet naar Tom Nook. Ik hoef niet vet veel geld te betalen te skippen in de tijd. We kunnen hier gewoon kiezen wat we willen. We kunnen het gewoon helemaal maken. En zonder een heleboel gedoe. We moeten er ook wel aan wennen. Want... Oh, Nico. Nico heet hij inderdaad. Ja, Loki, Nico. Pff, bijna hetzelfde. Maar Nico is het inderdaad. Oké, nou, wat kiezen we? Wat gaan we doen? Zullen we voor die stenen gaan?
Nou, op zich had dat natuurlijke had wel wat, hè? Een herfstplek is ook leuk voor dierderen, want haar huis is ook helemaal in de herfststijl. Oh, dat is heel leuk. Dat ga ik onthouden. Ik vind op zich het trappetje wel leuk, maar dan moeten we er ook wel iets van leuke steentjes bij doen. Even kijken. Nou, je kan dus gewoon je dingetjes kiezen die je allemaal hebt unlocked. Je kan ook gewoon je eigen designs gebruiken. Dus als je nog niet zo ver in de game bent, dan zal je waarschijnlijk ook nog niet zoveel hebben. Want onze kinderen... Mila die heeft namelijk dit weekend bedacht, ik ga mijn eiland resetten. Die heeft alles gereset. Had ze een klein beetje spijt van, want dat was toch niet helemaal wat ze wilde. Maar die heeft dus dit niet. Omdat ze dit natuurlijk nu nog niet heeft unlocked, kan ze dat hier ook nog niet doen. Oh, ik vind deze steentjes er wel heel leuk bij staan. Zal ik dat doen? Dan doen we er hier van die steentjes bij. Kijk, en toen ik dit dus net voor de eerste keer aan het spelen was, had ik zoiets van... Weet je, ik vind het wel leuk dat je dit kan doen, maar het voelde ook wel een beetje nutteloos of zo. Want op mijn eigen eiland... drijven een ding in het water. Kan ik er overheen lopen. En dan voelt het lekker als thuis. En hier is het zo klein. Ja, gewoon lekker zo doorpraten en dan heeft niemand wat. Kijk, voor de mensen die het terugkijken, die zien dit niet, hè? Die zien niet dat de chat dit allemaal niet zegt. Dus die denken dat het gewoon niks aan de hand. Ja, I know, ik weet het. Ik weet het, I suck. Oké, wat ik wilde zeggen, het voelde zo nutteloos. Omdat je kan er verder zo weinig mee. Maar totdat ik verder kwam, toen was het echt vet leuk om te doen. Omdat ik toen dacht, ik kan vet veel spulletjes meenemen. Oh, ik moet wel echt weer aan die knopjes hoor. Wacht, want nu druk ik dus automatisch op plusje. Om daarmee alles neer te leggen. Maar dat heeft natuurlijk helemaal geen nut. Het wordt ook helemaal niet mooi. Weg ermee. Oh nee, niet weer plusje. Oh, hebben jullie dat ook? Voor de mensen die de DLC hebben. Moeten jullie ook wennen aan de controls? Of ben ik de enige die er heel erg aan moet wennen? Zullen we zo'n... Ik vind denk ik dan toch wel dat pad wat er al zat wel schattiger erbij passen. Wacht even hoor. Controls. Ja, ik heb het ook het hele weekend niet meer gespeeld. Alleen vrijdag. Nee, deze? Ja. Oké, dan gaan we toch wel gewoon voor een natuurlijke helling. Kijk, die staat er veel leuker bij. Oh ja, heel erg. Jullie moeten ook wennen aan de controls. Ja, ik moest ook even wennen hoor. Ja, echt. Maar het werkt natuurlijk ook anders. En zeker als je daarna weer aan de slag gaat op je eigen eilandje, dan is het echt wel weer even heel erg wennen. Maar ik vind wel heel veel dingen echt heel prettig. Dat ik denk van dat zouden ze mij ook best wel... Nee, dat komt de andere kant op. Best wel mogen opdoen op onze eigen drijvende ding in het water. Nee, zei ik het alsnog. Nee, toch. Oh, ik dacht nog dat ik het alweer zo goed aan het doen was, maar ik zei het alweer. Ik moet ook nadenken hoor, het is te moeilijk. Oh, en wat is mijn... Verkeerde. Op hoeveel zit ik? 500 al of zo. Oh, ik zei drijvende dingetje in het water. Dat is in principe is dat niet het verboden woord. Ja, zeggen jullie. Je zei inderdaad het dingetje in het water. Dat is inderdaad, telt dat niet? Nee, vind ik ook. Die telt niet. Oh, dus als ik het nu gewoon de hele tijd verklein, dan kan ik dat gewoon prima doen. Dan kan dat wel. Wat vinden jullie? Mag dat ook? Wacht, ik ga het in de poll vragen of jullie dit vinden tellen. Want anders heb ik een idee hoor. Telt. Kijk, mag het wel typen, hè? Oké, wacht. Komt-ie hoor. Daar komt-ie. Gaan jullie maar lekker stemmen. Daar komt-ie. Hey, Sharella, welkom bij de Creative Crew. Yay, superleuk. Ja, je mag het typen. Oh, gelukkig, Crea Roos. Ik dacht dat Jas zei, ja, je mag het ook niet typen. Jeetje, dan maak je het me wel echt heel erg moeilijk, hoor. Oeh, het wordt spannend. 52% zegt dat het wel mag.
in dat geval... Want in dat geval... Oké, geef me even een leuk hekje. We doen erbij. Dus even denken. Zullen we gewoon iets van die hout... Dat we het dan ook erg herfstig knussig maken, zeg maar. Je wacht niet helemaal hier. Even eentje deze kant op, anders past het niet. Bloep. Zo. Nee, ik zei ook niet bloep, ik zei floep. Oh. Er is een meerderheid als ik hem nu uitzet. Want 51% die zegt... Wat was mijn poll ook alweer? Wat was mijn vraag alweer? Oh ja, of dat ook telt als verboden wordt. Oh ja, nee, dan is dat natuurlijk niet positief. 52% vindt dat dat dingetje in het water ook telt als het verboden wordt. 51%, oké, stem even allemaal, oké? Want dan mag ik dat wel gewoon zeggen. Waarom hebben we dit ding trouwens? Weg met dit lelijke prikkeldraad. Wie wilde nou prikkeldraad in zijn tuin? Niemand. Daar word je toch helemaal niet vrolijk van. Weg ermee, weg, hup, weg. Nou, de bomen heb je hier dus zo... Jongens, ik zet hem uit. 51% zegt dat dat ook gewoon telt. Dus inderdaad, jullie hebben gelijk. Tel hem er maar weer bij. Maar is die had weer het verboden woord gezegd. Dingetje mag blijkbaar ook niet. Maar dan dus van het verboden woord, hè? De verkleinversie. Dat mag niet. Helaas. Was te proberen. Ik moet even de mazen zoeken. Wacht even, ik ben echt even aan het inkomen hoe ik dit ga doen. Kijk, bomen vallen tegenwoordig hieronder. Kijk, onder interieur. Zeg maar. Het is wel elk plekje en elke persoon die je een huisje geeft, zijn wel weer anders. Dus je hebt niet standaard, zeg maar, een dat je voor alles maar kan kiezen. Dat dacht ik, dat toen ik dit spel, zeg maar, deze DLC had gekozen, dat je nu gewoon alles mocht kiezen wat er maar was. En ik denk, oh nee, ik krijg weer vette keuzestress. Kunnen we ook al trouwens een versierde kerstboom erbij doen? Mag dat? Zullen we dat er ook bij doen? Kijk nou, zo gezellig. Maar dat is dus niet. Je hebt dus wel soort van spulletjes. Ik weet niet of dat verder komt, hoor. Ik weet niet of je zo meteen straks in één keer dus gewoon echt vet veel keuze hebt uit alles. Maar je ziet nu, we niet mega veel. We hebben niet alle opties in ieder geval. Ja, krijg je dat straks wel? Krijg je zo meteen dan dus gewoon dat je alles kan doen? Want dan heb je wel veel keus. Nee, geen kerstboom. Ja, ze zegt Dieke. Wel een kerstboom. Doe een poll voor de kerstboom. Oké, doen we een poll voor de kerstboom. Kerstboom. Ja of nee? Nou, ja of nee? Wat een goede. Nee, ik hoef niet nog een... Yes. Komt-ie. Goede poll. Oké. Ga ik weer verder in de tussentijd met bouwen. Ik wil wel van die oranje struikjes. Die gaan we erbij doen. Ik weet nog niet waar. Ik smijt ze even neer, maar dat vind ik wel lekker herfstig. Doen we die erbij? Kijk, hier zo. Oh, schattig. Ja. En misschien hier nog een paar. En dan moet je er zo vervelend omheen lopen. Niet dat ik er last van heb, maar hij wel. Oh joh, wat stemmen hier veel voor jullie voor de kerstboom. Hebben jullie ook al zo'n zin in kerst? Ik namelijk wel. Wij hebben zelfs vandaag twee hele kleine boompjes neergezet. Die hele kleine prikkelboompjes die Sabi niet leuk vindt. En daar hebben we lichtjes in gedaan. Dus die staan weer in de woonkamer. Dat doen we eigenlijk elk jaar wel. Maar die staan er dus nu ook. Het is in principe niet echt een kerstboom. We doen langs de berg. Ja, ik zat te denken om langs de berg... Even kijken hoor. Heb ik iets leuks? IJzak. Nee, dat doen we niet hier. Om hier iets van... Oh. Wacht, hier de kant op. Een hechtje erbij te zetten. Maar die kleur matcht alleen niet echt heel lekker met die struikjes. Dan doe ik die struikjes liever hier niet. Dus nee. Antwoord op je vraag, nee. Ik doe ze niet langs de berg. Ik kan ze wel hier doen. Ik weet niet of dat leuk staat. Ah, wel ja, joh, hartstikke leuk. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Hechtje erbij. Hop. En doen we hier ook nog... Oh, hier kan niet. Wat zit er dan? Oh, dat is afgebogen. Vandaar. Je kan het seizoen veranderen. Ja, dat kan ook nog hier, hè? Kijk maar. Kijk, we kunnen ook zeggen, we maken er in één keer winter van. Zullen we kijken hoe dat eruit ziet? Oh, koud vooral. Oh, maar wel schattig. Maar we hadden net gekozen voor herfst. Jullie hadden allemaal gestemd op herfst.
Dus dan moet ik natuurlijk niet hem nu op winter zetten. Maar dat kan inderdaad wel. Je kan hem ook, we doen hem nu op herfst. Maar je kan hem inderdaad gewoon aanpassen als je dat wil. Nou, jullie willen de kerstboom behouden? Oké, dan behouden we de kerstboom. Waar is mijn kerstboom? Doen we die dan ook gewoon daar zo? Laten we die... Oeh, hier, daar is mijn bosje. Laten we die daar ook gewoon staan? Deze mag trouwens wel weg. Weg met dat bosje. Ik heb overal bosjes van 2 bij deze. Nou, ik laat hem hier gewoon staan. Leuk. Oké, nou, je kan dus ook gewoon nog je spulletjes in. Dus dit zijn zometeen de spulletjes die Sabine ook gebruikt. Je ziet, hij heeft een wensenlijst. Dus dit is wel de spulletjes die hij echt heel erg leuk vindt. Daar zit het ook rood bij te knipperen. Daar wordt hij ook helemaal hartjes boven zijn hoofd. Wordt hij helemaal blij van. Maar je kan dus ook gewoon neerzetten wat je wil. Nou, voor buiten denk ik, doe gewoon lekker wat ik wil. Vorig jaar had ik het wel heel leuk gedaan. Want dan had ik echt zo'n gast die wilde van binnen ook alles in het goud. En alles helemaal met heel veel geld en weet ik wat. Dus die had ook van die klingelbomen ertussen staan die hij heel graag wilde. Een ballenautomaat. Oh, we moeten eigenlijk zo'n sportgedeelte buiten voor hem maken. Maar dat heb ik niet. Oh, we kunnen wel dit neerzetten. Dat is wel tof. Hé, waar is hij nou? Waar is hij nou? En kunnen we hem nog aanpassen? Hebben we ook een leuker kleurtje? Ah ja, in het groen. Dan valt hij wat minder op. Kijk. Hoppa. Kijk nou, leuk. Kan die hier lekker... Oh, tof. Dit is leuk. Hier, doen we die kerstboom wel deze kant op. Nou, goed. Vorig jaar had ik zomaar van die klingelbomen er helemaal bij gezet en zo. Zodat het er echt helemaal... helemaal paste bij wat hij leuk vond. Sorry hoor. Ik ben echt geconcentreerd. Dit kan dit dan weer net niet hier. Ik vind het er net zo raar uitzien. Nou, dan doen we hier ook één stukje weg. Dan vind ik het net lelijk. Net lelijk. Weg. 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 Oh. Weg. Ja, hij is weg. Oké. Okay. Is dit de betaalde versie? Ja, inderdaad. Dit is de betaalde versie. Even kijken. Ah, oh, dankjewel, Margje. De herinnering om even te drinken. Oké. Okay. Begin ik alweer helemaal zo'n stem te krijgen. Dank je. Dank je voor de hydrate tip. Lief. Ik zet even jullie chats in de tussentijd te lezen, hoor. Maar het is dus inderdaad... heb je wat gemist? Nee, het is Animal Crossing, dus dan heb je nooit wat gemist. Nee, ja, inderdaad. En de boompjes heten een ceder. Ja, je hebt helemaal gelijk, inderdaad. Maar ik noem het toch altijd gewoon kerstboompjes. Kerstboompjes. We moeten even een paardje er neerleggen. Want als hij daar wil basketballen, dan moeten we even iets leuks eronder neerleggen, oké? Okay? Doen we even een... deze? Denk ik? Echt, ik wou dat het op ons eiland zo snel ging. Oh! En dit is ook chill, dat het hier zo onderdoor kan. Oh, dat ziet er vet schattig uit. Maar dan moet dat hechtje wel weg, denk ik. Oeh, nee, verkeerd. Ja, daar komen jullie alweer. Oh my god, wat is... 16 keer al. 16 keer. Het is te moeilijk. Ik ben zo benieuwd hoe jullie dit doen. Zo'n opdracht als dit krijgen. Zoals Rick begint er nu op te letten. Die zat al hiernaast. Want het is dat lekker spelletje te doen. Die begon al van, wat zei je? Niks. Niks zei ik. Zit je geen spelletje te doen? Ik dacht, jij zit lekker een spelletje te spelen. Oh, wat zit jij te doen dan in de tussentijd? Oh, Rick is hard bezig voor de stream. Oké, wacht, misschien staat dit dan leuk hier zo. Dat het net een muurtje lijkt. Nee. Ik vind het niet per se mooi of zo. Oké, weg. Doe gewoon hier helemaal niks. Ja. Het is echt, dat verboden woord van vandaag is echt heel erg lastig. Echt heel erg lastig. Maar jullie hadden ook echt wel de moeilijkste uitgekozen. Melissa zegt ook, ik piep het net zo hard hoor. Ja, het wordt mooi weer eens. Oh, echt? Ja, wordt het al wat? Ik heb echt nog geen idee wat ik zit te doen eigenlijk. Kom, we gaan ook even iets erbij zetten. Wat heeft hij nog meer? Hij heeft nog ballen. Hier, deze ballen. Want anders kan je niet basketballen. Je moet natuurlijk wel lekker kunnen basketballen. Wil je, doen we er nog meer ballen bij? Kijk, ik krijg nog meer een ballenautomaat. Kijk, kan hij hier ook gewoon even lekker een balletje trappen als hij daar zin in heeft. Nou, ik zou dat best leuk vinden hoor. Als je zo naar beneden loopt en dan hier dit lekker kan spelen. Dan doen we hier inderdaad wel gewoon iets van bosjes of zo. Of een boom.
misschien nog. Was dat? Gaan proberen. Boom, boom, boom. Oh, kijk, ik heb trouwens wel hier nog in ieder geval een gewone loofboom. Die kunnen we er nog wel bij doen. Ik hoop dat die past. Ah, nee, past niet. Oké, nou, geen boom zetten we daar dus neer. We doen heel veel bosjes. Heel veel bosjes. Oh, die zijn veel leuker. Vinden jullie ook niet? Die zijn veel leuker dan die andere. Deze doen we weg. Ik ga geen sapol doen, want ik wil dat jullie dit zeggen. Dus, hé, jullie hebben allemaal hierop gestemd. Deze zijn veel mooier. Deze kleur groen is zo nep. Weg met dat lelijke. Weg, huppa. Kijk, we doen lekker hier ook iets anders. Weg met die vies groen. Bah, lelijk. Bosjes. Welke hebben we nog meer? Welke is nog meer zo mooi groenig? Deze met die rode bloempjes? Nee. Lelijk. We doen deze. We doen deze. Dit wordt hem. We gaan gewoon overal hetzelfde. Lekker overal hetzelfde. Heerlijk. Deze moet even aan de kant. Dan gaan we hier even bruine modder onder smeren. Geef me modder. Dan gaan we zo meteen binnen inrichten. Dan gaan we iets vet leuks van maken. Goed? Oh. De volgende keer is het verboden woord bosje. Ja, dat is goed. Dan ga ik heel veel binnen inrichten. Dan gaat het helemaal goed. Top. Afgesproken. Doen we. Ik stem voor. Ja, leuk. Leuk. Ik wil ook nog deze erbij hebben. Dit is mijn favoriet. Die gebruik ik altijd. Dat is echt mijn favoriet. Die zit er gewoon standaard in trouwens. Zo. En hieronder ook. Kijk, deze heeft een beetje blaadjes laten vallen. Deze maakt het altijd gezellig. Maakt niet uit waar je hem doet. Ik vind het altijd gezellig. Allemaal van die klavertjes. Is dat leuk, toch? Hé, hey, heb ik iets gemist? Hoi Meertie, welkom. Nee hoor, je hebt nog niet zoveel gemist. We zijn gewoon lekker gewoon een beetje bezig. Je hebt nog niet zoveel gemist. We moeten nog even bosjes uitzoeken voor aan de zijkant. Kijk, ze hebben hier ook heel ander onkruid. En ook van dat lichte mos en zo, dat kan je ook plukken. Ook als je op dat andere drijvende ding bent. Waar je dus dat tropisch drijvende ding hebt. Zeg maar die basis. Daar kan je dus ook ze gewoon uitkiezen. En daar kan je ze gewoon plukken en meenemen naar je eigen land. Maar ook van dat klimding. En daar heb ik dus weer een DIY van gekregen. Doe een hoop bladeren. Ja, dat vind ik leuk, maar die heb ik niet. Zit die hier tussen dan? Want ik wil wel, maar er moet er natuurlijk wel tussen zitten. Ik heb wel een bloembed. Kijk, wacht, ik smijt gewoon van alles neer. Een bloembed hebben we. Oh, we hebben van die paaltjes, die zijn leuk. Dit is ook schattig. We hebben nog dit kunnen we nog bij de voordeur neerzetten. Ik heb gewoon alles neergesmeten nu, hoor. Deze is trouwens mooi. Die heb ik ook meegenomen hier vandaan naar mijn eigen drijvende ding toe. Die is echt heel mooi. Ik zal hem laten zien. Ik smijt hem er ook bij. Nou, wat hebben we nog meer? Hebben we nog voor buiten iets leuks? Behalve ballen? Nee. Gouden dingen? Wat is dit eigenlijk? Dit wil hij graag, hè? Een grijpautomaat. Wie wil dat nou in zijn... Nou ja, het is wel een leuk vakantiehuisje, maar wel heel apart. Nou, ik heb dus nog deze bosjes. Geen berg met bladeren. Nee. Wel dit, het is vet schattig. Maar vind ik niet echt bij zijn huisje passen. Maar vind ik wel heel schattig. Een poppenhuisje, trophy, recept. Kan ik die niet stiekem even opslaan? Oh, nee. Huh? Wat doet hij met het recept dan? Wat doet hij daarmee dan? Niemand die het weet. Plantje bij ze. Hier, deze is het. Moet je kijken hoe mooi deze is. Kijk, ik zal de camera even een beetje zo zetten. Trouwens, veel leuker om te kijken. Deze is echt zo leuk. En je kan ze ook aanpassen. Dan kan je er ook nog helemaal zo'n rotan mandje van maken als je dat leuk vindt. Hier vind ik hetzelfde. Ik vind die kleur groen gewoon niet mooi. Vinden jullie dat ook niet? Kijk, dat is zo flats. Weg. Nee, weg. Weg ermee. Oh, kijk, daar ligt hij hoor. De DIY. Weg ermee. We hebben er helemaal niks aan. Nou, hier nog een leuk zitje. Superleuk. Niks meer aan doen. We hebben nog een bloembed. Nee. Daar houdt hij niet van. Dat vindt hij niet mooi. Dat past niet bij het interieur. Nee, ik denk dat we de zijkanten gewoon een beetje leeg gaan laten, hoor. Ik denk dat we hier gewoon niet te veel gaan zetten. We doen het gewoon even zo. Ik wil even kijken hoe het eruit ziet. Het is echt green screen groen. Lol. Ja, maar echt toch? Het is toch niet mooi?
Oh, dat zit echt met gezelligheid. Ja, en kan hij hier zo lekker dit doen? Ballen pakken. Hier nog ballen pakken. Oeh, er gebeurt ook echt allemaal. Wat voor ballen zijn dit? Dit ziet er niet uit als ballen die je hier ook gebruikt. Maar goed, zoek die maar uit. Hij weet er vast iets leuks mee te zinnen. Kom, we gaan naar binnen. We gaan binnen iets leuks mee doen. Ik zal zo meteen kijken of ik naar die eilandjes terug ga. Gisteren mocht ik een boerderijtje bouwen. Toen had ik iemand die daar zat, die wilde heel graag een boerderijvakantiehuisje. Nou, toen kwam Boerie Maris natuurlijk weer helemaal naar boven. En heb ik me vreselijk in uitgelaten. Dus die moet ik zo meteen wel even laten zien. Want dat was echt Boerin Maris all over again. Oké, dit. En dit is wat hij... per se. Oké, we moeten het doen met deze muziek de hele tijd. Maar dit is wat hij per se in zijn huis wil hebben staan. Laura, welkom bij de Creatje Crew. Gezellig. Enjoy je nieuwe emojis. En je badge. Wat leuk. Het wordt steeds groter, onze Creatje Crew. Superleuk. Nee. Wat is dit? Waarom staat het helemaal vol met dit? Oh, nee. Wat heb ik nou weer gezegd? Ja, blijkbaar het verboden woord. Dat was al duidelijk, maar... 17. Oh, wat erg. Voor de mensen die deze stream terugkijken, ik zou maar niet eens meer verder kijken in de rest van de stream, want ik kan je nu al vertellen dat ik heel vaak nog het verboden woord ga zeggen. Oh, wat erg. Elke keer als je het verboden woord zegt, moet je een slokje water nemen. Maar ja, dat is dan wel weer een hele goeie eigenlijk, want dan drink ik tenminste een keer wat. Verander het huisje aan de buitenkant. Kan dat? Wacht, ik ga even terug naar buiten. Je wacht maar met je huisje. Ik vind hem trouwens wel een beetje een lelijk konijn. Wat vinden jullie? 17 keer maar eens. Ja, ik weet het. Shiny Moon, het is echt heel erg. Oké, ik kan blijkbaar de buitenkant van het huisje ook aanpassen. Oeh. Oh, maar dat is leuk. Dat wist ik nog niet. Ik kan alleen niet een heel groot huisje ervan maken. Er is hier niet genoeg ruimte. Oh, die kan wel. Of die? Nee. Of die? Ja, dit was wel eigenlijk de leukste dan. Wat al de leukste. Het is dat dit niet past. Want dan komt dat natuurlijk bovenop zo'n klein... Dat is wel, je kan trouwens... Ja, misschien zometeen als je verder bent. Maar hier in ieder geval nu nog steeds niet met je schep tekeer gaan. Dus je kan niet klif gaan bouwen en water bouwen. Dat kan dus niet. Dus blijkbaar kan ik nu dan dus niet groter. Nou, dan laten we hem zo, want ik vind hem dan zo het leukst. Dan doe ik hier niks meer aan. Maar ik weet dus niet of dat zo meteen kan. Want ik weet dat de kinderen zijn nu op een punt dat ze de huizen ook groter kunnen maken. En ze hebben nu zelfs bovenverdiepingen die je allemaal kan inrichten en zo. Dus als je huisjes inrichten leuk vindt, dan is dit een DLC voor jou. Oké, nou, ik moet het hiermee doen. We gaan een arcade maken. Ik ga beginnen met een gezellig behangetje, hoor. Wat vindt hij leuk? Wat is een wens? Of dit... Ja, oké, ja. Van wat ik ervan kan zien, ik kan er niet heel veel van zien, maar... Oh, nou, is misschien best wel leuk. Het past wel bij de setting, hè? Ja, dit is misschien niet eens zo heel stom. Oké, ik snap wel dat hij dit wil. Anders wil hij... Dit? Nee, lame. En dit is ook lame. Heb ik nog dit? Gaan we zo'n soort huisje maken? Waar je gewoon helemaal van wordt als je erin staat. Het lijkt op een circus. Ja, het lijkt echt op een circus. Zullen we dit doen? Doen we deze. Dan doen we even een andere vloer bij. Want dit is lelijk. Hebben we ook zo'n bewegend vloertje? Geef me iets bizars. Oh, dit matcht wel. Oeh, die is leuk. Ja, hè? Die is echt heel leuk. Ik vind deze vloer er wel leuk bij staan trouwens. Dit is met een geluidsdempend. Oeh, of een feestvloer. Want we doen wel gewoon zijn wensen. Ja, we gaan hem super tevreden maken. Hij moet helemaal blij zijn. Ik zeg doen. Oké. Maar welke doen we? Gaan we voor de rubberen tegelvloer? Ik doe wel een polletje. Wacht. Polletje. Welke vloer? Ik laat jullie wel kiezen. De rubberen vloer. Dat is dus die eerste. Die tweede zijn de tapijt. Tegels, maar die doen we niet, want die vinden we veel te geluidsdempend. Nou, zijn buren moeten er last van hebben. Of feestvloer. Ja, dan moet je daar maar uit stemmen welke we gaan doen. Laura zegt hoi Laura. Nou, kies maar. Een pol voor circuswand. Nee, we doen niet circuswand. We doen deze. Deze is leuk. Kijk nou hoe top dit eruit ziet.
Je doet toch geen rubbervloer in een arcade? Nee? Is dat stom? Oh, maar hij staat er wel leuk bij. Okay, jullie willen allemaal feestvloer. Oké, dan gaan we voor de feestvloer. Hey Sharon, leuk dat je er bent. Is het trouwens nou Sharon of is het Sharon? Voordat ik het de hele tijd verkeerd uitspreek. Ik zit er nogal op om namen verkeerd uit te spreken. Is het op zijn Engels of op zijn Frans? Is dat het? Ik haat het circus, dus nee, geen circus, want zeg maar Liesje. Oké, 45% zegt feestvloer. Ze doen sowieso feestvloer. Feestvloer! Oké, feestvloer dus. Oh, je spreekt het goed uit hoor. Oké, gelukkig. Sharon is het dus. Op zijn Engels. Gelukkig, dat is de mooiste spelling. Oké. Spelling is hetzelfde. Hè? Spelling, uitspraak. De mooiste uitspraak. Hang een discobal op. Oké, hebben we die? Ik ga eerst even kijken hoe we dit neerzetten. Want we hebben die grijpautomaat. Kijk, die doen we wel meteen hier als hij binnenkomt. Kan hij meteen lekker grijpen. En dan heeft hij hier een arcade. Misschien kunnen we er nog wel meer bij doen. Met een stoeltje? Ja, anders dan moet je dat zo staan. Dat is ook zo set. Oké. Dit zijn in ieder geval, dit zijn zijn eisen. Dus deze drie dingen die moeten erin zitten. Anders is hij niet blij. Gaan we even kijken wat we hebben voor het plafond. Nou, niet zo heel veel spannends hoor. Geen discobal helaas. Ik heb een Scandinavische hanglamp. Nee, we geven hem dan wel een ventilator. Dan kan hij tenminste een beetje als apparaten laten koelen. Dus krijgen die arcades, we raken nog oververhit. Hier, dat is het enige wat hij krijgt. Een ventilator. Meer niet. We hebben ook niet die TL-lampen dingen eigenlijk. Sharon zit al 17 keer al. Nou, ik weet meteen waar het over gaat. Oeps. Geen idee, maar het is moeilijk. En het verklein wordt mag blijkbaar ook niet. Heb ik ook geprobeerd. Dus dat is helaas. Dat is moeilijk. En ik denk niet heel veel na vandaag. Nou, geef me spullen. Ja, hij moet wel... Hier, zo lekker knalkleurig. Ja, nice. Ja, het moet ook wel gezellig zijn. Hè? Het moet ook wel een beetje een huisje zijn. Hij moet ook wel gewoon lekker televisie kunnen kijken, vind ik. En een bed. En een bed moet hij hebben. Oh, wacht. Deze is er volgens mij ook in een vieze kleur. Kijk. Ah, oh, ga je er vandoor? Ik ga daar weer zitten. Oké. Okay. Het is me eindelijk gelukt. Echt? Ja, ze kunnen nu via de chat de teller bij verhogen. Oh. Dus af en toe dan doen ze dat. En dan kijk, dan staat er in de chat van... Waar het verboden woord is zo vaak gezegd. Oh ja, oh nee. Als jullie nu in de chat kijken, dan kan je dus nu zien dat de bot nu automatisch bijhoudt hoe vaak het verboden woord is gezegd. En de moderators die doen hem dus elke keer eentje omhoog. Rick heeft dat net eventjes in de tussentijd zitten maken. Oh no, oké. Nou, we gaan hier een rood bankje hoor. Ik doe deze. Ik vind die leuker dan die andere. Plus, ik weet dat mochten we geen plek hebben voor een bed. Ik heb hiervan een bed gevonden. Vorige keer had ik die gewoon bijgezet. Gewoon bij dat huisje. Al zit hij er nu zeker niet tussen. Hij moet wel een bed, toch? Oh, RGB, alles. Holy shit. Dit is de game setup die ik wil. Oké. Screw die bank. Je zit maar niet meer. Hier, je kijkt maar naar de hoek. Kijk hoe tof deze is. Die gaan we echt zo als je binnenkomt meteen goed zien. Hey Fran, dankjewel voor de superchat. Heel leuk. En hier nog een donatie. Oh, thank you. Zo lief. Echt lief. Ja, tof is deze, hè? Ja, echt heel tof. Zei ik het? Nee, toch? Nee, hè? Moet je al die dingen zelf meenemen vanaf je drijvende ding in het water? Nee hoor, nee. Dit is gewoon een soort van freeplay eigenlijk. Dus je hebt hier gewoon alles. Dus ook als je het zelf nog niet hebt unlocked, dan heb je het hier wel gewoon. Maar hij filtert het dus wel per huisje. Dus je hebt niet zomaar in elk huisje gewoon alles. Tenminste niet op het gebied waar ik nu ben. Eens even zien. Dit krukje vindt hij leuk. Nee, dit kan echt niet. Ik kan hem niet zo'n toffe gamer setup geven met al zo'n lullig krukje erachter. Dat is echt sad. Kijk. Hoppa. Dikke gamestoel. Nice. Ja, dit is Rick's natte droom hoor, dit huisje. Hier wordt hij echt helemaal blij van. Cool die PC. Ja, echt heel tof hè. Nou, hij moet wel iets van een klein woonkamerhoekje hebben hoor. Dan vind ik het wel echt heel set. Hé, maar even. Als je zo naar zo'n vakantiehuisje gaat.
Willen jullie de ventilator in het midden? Ja, ik wilde hem eigenlijk een beetje daar juist hebben. Dimi, welkom bij de Create Your Crew. Gezellig. Enjoy je nieuwe emote. Oké, in het midden. Zo, niet tevreden? Bo zegt, ik wou dat ik daar woonde. Ja, maar dat, nou, ik weet niet of ik erin zou wonen. Ik zou wel helemaal gek worden, maar zo'n kamer te hebben in je huis erbij is wel heel tof. Oké, maar hij moet wel een bankje en een bedje. Ik weet alleen niet of er een bedje is. Oh, screw die bank. Ik heb een beter idee. Ik heb een veel beter idee. Deze hebben we ook in vieze kleurtjes. Kijk, oranje. Wit. Nee. We doen hem lekker in het oranje. Hoppa. Kijk, nee, dit is mijn bank. Die heb ik in mijn eigen huis staan. Dat is helemaal niet een vies kleurtje. Hier, deze kunnen we nu vet makkelijk kopiëren. Hoe deed ik dat ook alweer? Nee. Oh nee. Zeker niet zo. Wacht. Er was een knopje voor bij deze. Ik dacht gewoon ZR. Dat is welke Z? Oh, ZR. Ah, kijk, ja. Oké, gevonden. Heel de tijd dat muziekje ook. En deze doen we ook in het oranje. Ik weet alleen niet of het daar gaat passen hoor, allemaal. Zo leuk! ZR typen jullie ook allemaal, ja. Heb je dan ook dat je even moet kijken, maar dat is inderdaad deze. Dank je, ik ben eruit. Ik vind het er wel bij passen zo. Ik vind het wel leuk staan. Alleen ik vraag me af of we hier ook nog een televisietje bij kunnen doen. We doen dan niet ook nog dat hoekding hier hoor. Dat is gewoon een heel kort lekker stukje waar je even je beentjes kunt strekken. Ziet er niet uit, maar het kan wel. We doen dat gewoon. En dan even iets van een televisiemeubeltje nog. Een ronde wachtkamerbalie. Waarom zou je dat nou weer willen? Stom. Daar krijg je niet van hoor. Dat mag je niet. Televisiemeubel. Welke controller heb je? Nou, ik heb nu gewoon de normale... Niks spannend. Maar normaal gesproken heb ik wel een andere controller, maar die was leeg. Dan heb ik altijd de Nintendo Pro controller, heet die zo. Oeh, popcorn. Waar zijn de tafeltjes? Hier, ik ben er al voorbij. Oké. Even een tof tafeltje waar hij zijn televisie op kan zetten. Nou, is niet echt. Een sobere tafel. Oh, wacht, we doen wel dit. Ja, gewoon in het zwart. Dat kan wel. Kijk, boom. Oké, televisie erop. Ik voel nu ook gewoon hoe Rick dit huis zou inrichten. Rick die zou ook gewoon lekker televisiemeubeltje, lekker grote televisie erop. Niet te moeilijk doen. Weet je, gewoon hoppa. Lekker bankie ervoor, weet je wel. Lekker zijn computer hier gewoon midden in de kamer. RGB-lichtjes overal. En hoppa, de meneer is helemaal... Nou, die vloer zou die niet blij van worden. Maar voor de rest zou die helemaal tevreden zijn. Ik vind die vloer wel intens hoor. Maris, je hebt ook een hangende tv. Zat die er net tussen? Nee, je zit er niet tussen. Kijk maar. Ik heb alleen deze. Die is veel te klein. Dat zou Rick echt niet goedkeuren. Deze is ook leuk. Zullen we die nog op een klein kastje erbij zetten? Het is wel, als je nu aan de buitenkant van het huis bent, verwacht je niet dat dit dan binnen zit. Dit konijn is gewoon Rick. Ja, maar echt. Leg nog een kleed neer, maar dan wel in de stijl natuurlijk. Oké, ga even kijken. We hebben dit kleed. Nou, ik zou er niet kiezen. Wacht, Die kunnen we toch... Niks. Nou, het zou in principe... Nee, ik vind het echt een opa kleed. Ik vind het echt niet mooi. Welkomstmatje hebben we. Die vindt hij erg mooi. Anders vindt hij dit ding nog helemaal geweldig. Die snap ik. Ik begrijp dit. Waarom hij dit helemaal geweldig vindt. Eww, ik vind het echt heel naar. Het is zo lelijk. Oh, wat lelijk. Het past ook net niet, hè? Oh, nee. Mijn bank. Oh my. Nou, snappen jullie wat ik bedoelde met dat je wel wat meer buiten je comfortzone gaat spelen, zeg maar. Omdat, weet je, nou, sorry. Misschien als ik een huisje voor Rick ging inrichten, had ik dit had gemaakt. Maar anders niet, hoor. Maar nu wel, want ja, nu ga je dat in opdracht doen. Dus dat is best wel leuk. Als ik daar zou wonen, zou ik gek worden, joh. Ja, maar je zou wel het uit kunnen zetten, hè? Dan kan je natuurlijk wel de apparaten uitzetten. Gaan we echt niet voor een rubbelende vloer? Dit staat zoveel rustgevender dan die feestvloer. Willen jullie echt die feestvloer? Ik vind het zo intens. Maar ja, oké, jullie zijn de baas, hè? Hé, volgens mij heeft deze gozer gewoon geen bed.
Heeft hij... Oh ja, wel een bed. Echt een heel strak bed. Oké, wacht. Deze doen we ook gewoon hier. Kijk, dat past prima. Ik vind dat... Nee, andersom moet het. Ik vind dat hij... Dan gaat hij grijpen lekker in een hoekje. Kijk, en dan kan hij zo van achter zijn bank... Kan hij ook meekijken, weet je? Als hij dan iemand op bezoek heeft die aan het spelen is... Dan kan hij even lekker vanaf zijn bank zo gluren. Zo even meekijken. Zou hij dit ding ook kunnen besturen vanaf een stoeltje? Want dan krijgt hij daar ook gewoon een krukje voor. En hij eet natuurlijk op de bank. Dus een eettafel heeft hij niet nodig. Kijk, kan hij hier lekker slapen? Nachtkastje erbij. Hoppa. Nou, jongens, het ziet er echt uit als... Nou ja, Rick die zou helemaal gelukkig zijn. Oh, wandspotjes. Ja, daar zou ik ook blij van worden. Nee, niet die vloer en niet dat kleed. Nou, oké. Okay. Wacht, ik ga jullie nog een keer laten stemmen. Of kijken of jullie nu nog steeds dan die feestvloer willen, oké? Okay? Of welke vloer jullie dan nu willen, want anders doen we andere. Feestvloer, rubbervloer, komt-ie. Worden jullie al gek van het muziekje? En we moeten nog even een... Oeh, ik ben net dus dat weer helemaal gaan draaien, zie ik. Kijk hoor. Oeh, oké. Okay. Ik zie dat ik trouwens ook een salontafeltje nog erbij moet zetten. Dat zou wel leuk zijn, want ik wil natuurlijk die popcorn nog kwijt en al die andere dingen. Oh, kijk nou, we hebben zoveel om te kiezen. Een kauwgomballenautomaat, een flipperkast. Moet hij echt een bed? Kan hij niet gewoon slapen op de bank? Hij krijgt gewoon geen bed. Hij slaapt gewoon op de bank. Zou Rick ook doen. Zou hij ook geen probleem. Als Rick moet kiezen bed of flipperkast, kiest hij sowieso voor een flipperkast. Sowieso. Kijk, en dan doen we daar nog een leuk kastje naast. Kijk, hij heeft nog veel meer leuke arcades. Hier, een kauwgomballenautomaat. Hier, voor lekker als hij een beetje stinkt is uit zijn muil tijdens het gamen. Kan hij even een kauwgompje nemen. Ja, top. Zakken chips op de grond. Top. Nou, echt. Hé, liefje, ik heb je huis gebouwd. Geen bed nodig. Nee, ik had al prima slaap op de bank. Kijk hoe groot hij is. Ja, echt, kan prima. Echt totaal geen probleem. Ik doe dat chip sowieso ook zo nog ergens. Kijk, en die ook. Ik gooi het gewoon even neer. Instant noodles. Oh, jongens. Deze bunny leeft gewoon mijn leven. Dit is gewoon ons leven wat ik hier aan het bouwen ben. Oh, rubberen vloer, zeggen jullie. Het is echt een te lelijke kamer, hoor. Ja, maar kom door de vloer, Sharon. Kom door de vloer. Kijk. Kijk, let op. Prachtig. Nou, het is wel een heel stuk rustgevender. Ik ben het met jullie eens. Dank jullie wel. We gaan nog even een salontafeltje erbij zetten. Heeft hij even iets kleins? Die moet er ook nog ergens bij. Ja, en dit wil ik ook nog ergens kwijt. Hij gaat toch allemaal niet passen, joh? Oh, zoveel leuke dingen. Zoveel leuke dingen. Ik krijg nu wel zin in chips, trouwens. Ik heb even een kastje nodig. Leg op dat kastje een switch. Ja, dat is zo leuk. Dat moet eigenlijk wel, ja. Oké, hier ben ik bij de spulletjes. Even een salontafel. Maar wel een heel kleintje, hoor. Anders oh, wacht, deze natuurlijk. Oh, zo naast de bank. Dat kunnen we ook doen. Kijk, dan kan je zo lekker lui... Zo, als je ernaast, weet je wel. Dan kun je lekker lui zo je chips pakken. Ja, of zetten we daar de popcorn? Popcorn. Hoppa. Ja, top. Kan dit niet op de bank? Nee, jammer. Dat kleed... Bleh. Ja, ik vind het ook niet mooi. Maar hij vindt het zo mooi. Hij is er zo blij mee. Hij wil het zo graag. Hij werd helemaal hartjes blij ervan. Nou, kunnen we niet nog zo'n tafeltje erbij doen? Past dat niet als salontafeltje? Jawel, dat kan wel. Dank je, Silke, voor de superchat. Thank you. Maris, wat voor huis is dit? Ik ben even weg en dan zie ik dit. Ja, dit vindt hij mooi. Dit wilde hij graag. Hij wilde dit als huis. Kijk, hier werd hij helemaal blij van. Is dat wel een beetje voor de televisie? Dat zou Rick echt niet accepteren, hè? Zo'n tafeltje zo voor de televisie. Daar zou hij echt niet blij van worden. Dus helaas. Dus als Rick dan zou kiezen, dan zou hij zeggen, doe dan maar geen salontafel. Dus dan doen we geen salontafel. Ik hoor, hem al helemaal boos worden erover. Hé, is het niet iets voor... Moet dit gewoon zo op de grond? Hebben we niet een keer een kast dan of zo waar die op kan? Iets van een hogere kast. Maar wel een beetje een knappe kast hoor. Niet zo'n truttig boerending of zo.
Kijk, dit zou Rick ook neerzetten. Ja hoor, sowieso. Dit hebben we zelfs. En daar doet Rick dan, weet je, zijn soldeerspulletjes in en zo. Die moet eigenlijk naast zijn bureau. Kijk, hij stinkt niet meer, goed? Dit moet eigenlijk zo. Kijk, dan zou Rick dat zo daar neerzetten. Zodat hij daar dan al zijn soldeerspulletjes in heeft zitten. Nou, dit is helemaal top. Ik hoop dat hij hier doorheen past trouwens. Wordt krap, maar... Wat vinden jullie ervan? Je hebt ook een hangende tv, maar die is ergens anders. Ja, hij zit niet hier tussen, toch? Ik ga nog een keertje kijken voor de zekerheid, goed? Als we hem zien, dan doen we een hangende tv. Dat is wel leuk, want dan kunnen we ook een switch erop neerzetten. Maar hier zie ik echt alleen maar deze televisie en die. Want die hangende tv... Oh, ja, jullie hebben gelijk. Top, doen we dat. Wacht. Ja, jullie vinden het mooi. Geweldig, not. Jawel, dat is hartstikke leuk. Het is helemaal top. Eén ding kan je zeggen. Ook al zou je dit niet als huis willen. Als je hier binnen zou komen. Misschien dan niet die hysterische lichtjes en die hysterische muziek. Ik denk dat ik die ook uit zou zetten. Want anders zou ik helemaal gek worden. Maar ik zou wel gewoon lekker chill hier me vermaken de hele dag. Ik zou hier lekker mijn game gaan spelen. Ik zou hier lekker me mee vermaken. Dat grijpautomaat niet, daar ben ik heel slecht in. Maar die muziek is inderdaad echt een verschrikking. Ik ben het helemaal met je eens, vind ik ook. Maar ik kan hem helaas niet uitzetten. Dat kan hij zelf denk ik wel. Die wandspotjes doen we zo meteen ook nog. Even de switch zoeken nu. Waar is mijn switch? Kijk. Hoppa. Kan die daar ook nog doen? Je hoeft je hier echt niet te vermaken hoor. Het is super klein, maar je hebt hier alles. Alles wat je wil. Maar ik wil graag dit ding ook nog kwijt. Dit zou Rick ook nog willen neerzetten. Weet je, dat hij hier dan nog zijn oude games op kan spelen. Weet je wel, die hij dan nog leuk vindt en zo van vroeger. Dat hebben wij ook. Dus dat moet erbij. Laten we even zien. Maar wat kunnen we gebruiken? Op een kluisje? Oh nee, natuurlijk gewoon nog een keer zo'n kastje. Want Rick heeft nog meer kabels en allemaal troep die erin moet. Dus dat heeft hij ook. Konijn Rick heeft dat ook. Nee, oké, dit doen we niet. Het is wel een beetje vol nu, hè. Maar zo'n noedels moet ik ook nog kwijt. Maar het is wel een beetje vol. Dus ik denk wel dat dit het een beetje gaat worden zo. Nou, dan gaan we die wandspotjes doen. Kijk, als ik hem meteen op die wand had gedaan, had ik het meteen al gezien. Ik zou me helemaal thuis voelen, maar ik zou er niet willen wonen. Nou, Melissa, het same. Alles wat je wil, behalve een bed. Ja, maar je slaapt gewoon op de bank. En je gaat gewoon chips vreten, lekker film kijken. En terwijl je doodmoe bent, val je in slaap. En dan slaap je gewoon op de bank, kan prima. Nou, hier wil hij geen lampen, want dat vindt hij niet fijn. Kijk, hier wel, voor als hij een keertje in zijn bed nog een boek wil lezen. Gaat hij nooit doen. Boek lezen, wat is dat, boek lezen? Maar ik heb hem toch gewoon erbij gedaan, want dan kan hij toch een lampje ophangen. Ja, doen we er hier ook eentje voor als de flipperkast net niet lekker werkt. Of als hij straks chips niet goed kan zien. Kijk, koppaté. Nou, dit is toch top? Dit is toch leuk? Zullen we kijken wat hij ervan vindt? Please, doe een bed. Nee, hij slaapt gewoon op de bank. Zullen we kijken wat hij ervan gaat vinden? Oh, kijk, Rick blij zijn. Zit je mee te kijken? Je ging toch een spelletje doen? Wat vind je van je huis? Vind je het mooi? Wij zouden hier prima kunnen wonen, toch? Kijk, ga kijken wat hij ervan vindt. Ja, je kan die bank als een slaapbank zien. Heel veel testen of je hier doorheen kan. Makkelijk! Ja. Je moet niet te veel chips eten. Dan pas je er uiteindelijk niet meer tussendoor. Maar anders kan je hier zelfs ook gewoon overal zitten. Ja, nee, dat is prima. Denk dat dit precies is waar mijn klant om vroeg. Komt er ook iets? Ik ben hier. Oh, hij gaat. Hij is bezig. Gaat net zo langzaam als in het echt. Gaat het me lukken? Nope, gaat precies zelfs in het echt. Oké. Ik ga even testen trouwens. Dan kan ik hem gewoon wel uitzetten. Nee, ik kan alleen maar dush doen. Dush. Ja, als je de update inderdaad hebt gedaan, dan kan je hier doorheen. Anders had het niet gekund. Maar nu kan het wel. Nou, ik denk dat dit het wordt. Dit is het huis. Ben je er blij mee? Ik ben klaar. Wat vind je ervan? Ja? Graag gedaan. Ik heb me er helemaal in kunnen uitleven.
Oké. Aanschouw je nieuwe huis. Ik ga snel een foto maken tussendoor voor mijn eigen magazine. De gamerzolder. Nou. Hoppa. Hij gaat het keuren hoor. Ja. Hij houdt het nog even spannend. Zo'n mooi perspectief ook, zo waarschijn. Ja. Hij vindt het leuk. Ja, kan toch ook niet anders? Ik vind hem ook wel tof. Helemaal goedgekeurd. Yeah. Nou, veel plezier in de... Wil je nog wat rondhangen? Nee joh, ik heb net al gespeeld. Dat is helemaal goed. Ja, ik vind de binnenkant van zijn wel toffer gelukt dan de buitenkant. De buitenkant had misschien wel wat toffer gekund dan eigenlijk. Maar kunnen we altijd nog doen. Nou, dan ga je dus terug. En dan krijgen we pokies. Ze betalen er goed voor hoor. Voor elke opdracht krijg je 6... Oh! Ik krijg dit keer zelfs 9000 pokie. Normaal krijg ik 6000 pokie. Ik krijg nu 9000 pokie. Ja, mijn salaris is inderdaad hoger. Oh, ik heb me goed ingezet. Nou, joh. Kijk. Hoppa, veelbelovende designer. Nou, steek die maar in mijn zak. Tijd voor een stukje chocola. Hé, hey, gaat nu goed trouwens, hè, met het verboden woord. Ik heb jullie lang niet mijn hoofd zien spammen. Oh ja, na de 6e klus wordt het verhoogd. Oh, doedelhoor, maar dat is bij iedereen. Ik ben niet speciaal. Hé, hey, jammer. Oh, ze hebben een nieuwe werkkleding. Ah, maar nee, ik ben toch niet zo fan van deze chocola. Het spijt me. Het smaakt echt naar thee. Wat is mijn nieuwe werkkleding dan? Heb ik dat nu boven? Ik heb weer niet zitten kijken. Slaat hij die foto ook op je Nintendo? Ja, hij slaat hem volgens mij ook op je Nintendo. Maar als het goed is, zit hij hier dus ook in. Als je geen foto maakt, dan kan je, volgens mij, moet je ook volgens mij wel terug. Want ze willen al die fotootjes ook sparen. Kijk, hij woont nu hier. Kijk, in zijn gamerzolder. Nou, zo had hij dus zo'n klingelkwartier. Ja, dat heb ik dus helemaal zo ingericht met dus allemaal... Hij wil alles met goud en zo. En echt heel luxe. Dus heb ik ook zo'n hele grote vleugel ingezet en zo. Maar die van haar moet je zo meteen echt zien. Dat is echt een boerderijtje geworden. Ik ga er zo meteen wel even heen. Maar ik moest eerst even kijken naar mijn outfit. Maak nog een huisje. Ja, we gaan er nog eentje maken. Maar ik ga eerst even kijken wat er anders was in mijn werkoutfit. Maris, ik krijg niks meer mee van wat je allemaal zegt en doet. We zijn met meerdere mods tegelijkertijd time-outs aan het uitdelen. Oh jee. Doen jullie een beetje lief in de chat? Even niet zo zitten spammen en zo. Omkleden. Oh. Huh? Waar is mijn werkkleding nu dan? Oh, hier. Werkkleding bewerken. Ah, kunnen de andere... Wat heb ik hier nieuw dan? Oh! Oh, beter! Beter. Dit zie je alweer de helft van mijn blouse niet meer. Dan heb ik er al iets over aangetrokken. Dat ziet er een heel stuk beter uit. Ik vind die blouse echt zo lelijk. Daar ben ik niet blij van. Mijn rode broek vind ik trouwens wel leuk. Dus die hou ik wel aan. En mijn schoentjes vind ik ook leuk. En wat vinden jullie van mijn tasje? Kijk nou! Het is echt zo erg een niet-functioneel tasje. Maar ik wilde hem zo graag. Ah, Christina, dankjewel voor de superchat. Even tijdens de avonddienst bij jou binnenkijken. Ah, gezellig. Heerlijk. Werk ze vanavond. Is straks de chat lekker rustig als iedereen een time-out heeft, zegt Sharon. Ja, dat zou wel, denk ik. Wat zitten jullie allemaal te doen in de chat dan? Ja, de mods zijn druk bezig hier, hoor. Oh, jeetje. Nou, het ziet er nu lekker rustig uit in de chat, dus dat gaat goed. Die is zo cute. Ja, dit is leuker, hè, dit shirtje. Kijk, ik kan ook nog heel hip iets van een zonnebril erbij opzetten. Maar dan voelt het meer alsof ik vrij heb in plaats van als ik aan het werk ben. Maar het staat wel lief. Nou, lijk ik niet meer op mezelf. Oké. Dit was het, denk ik. Alleen dat blouseje was nieuw. Nou, oké. Nou, klaar. We gaan een... Waarom kan je een time-out krijgen, vraagt Anna.
Nou ja, waarschijnlijk omdat ze zich niet aan de chatregels houden of omdat ze niet luisteren naar de moderators. Meestal heeft het te maken met oneindig vaak hetzelfde spammen, terwijl de moderators wel heel vaak vragen of je wil stoppen. Wat kostte deze update ook alweer? €25 kostte de update. Als je een Animal Crossing fan bent, dan vind ik gewoon dat je hem eigenlijk moet aanschaffen. Ik kan niet in je portemonnee kijken, maar je krijgt heel veel spulletjes ervoor terug. Dus ja, dan heb je mij al, weet je. Ik geef er zelfs echt geld van uit om een bot geld te laten brengen naar mijn eiland en zo. Dus ik vind het zeker de moeite waard. De kinderen vinden het echt leuker bijna nog dan Animal Crossing zelf. Omdat ze hier gewoon zo van die kleine opdrachtjes hebben waar ze mee bezig kunnen. En je kan dus alles wat je hier weer leert weer meenemen terug naar je eigen drijvende dingen in het water. Ging bijna fout. Hij gaat wel beter trouwens. Ik heb minder vaak het verboden woord gezegd. Dus het gaat al beter. Maar ik vind dit trouwens niks. Dit heb ik al. Deze tafel. Nou, ik neem hem wel gewoon mee, joh. Kan ik hem nog betalen? Ja, wel ja. Misschien komt dat wel van pas. Maar dit ding vind ik lelijk. Dat hoeft niet. Oké, we gaan nog een huisje doen. Je zei het bijna. Ja, maar ik heb niet meer gezegd. Het gaat wel beter dan in het begin. Oké, ik ga mijn uniform weer aantrekken. Nou, dit ziet er echt wel een heel stuk beter uit dan dat blouseje van net. Dit ziet er nice uit zo. Dit is goed. Hey. Ik zit niet te lezen, hè? Maar nu wel. We hebben toestemming gekregen om er een school van te maken. Een school? Nee, wat een mooi nieuws. Oh, wat leuk. Ik zal jullie even namelijk meenemen over dit drijvende ding in het water. Want er zitten namelijk hier ook nog allemaal kleine huisjes op die nog grijs zijn. Kijk, zoals deze. En ik vroeg me al af waar dit dan voor werd. Maar blijkbaar zijn dit de huisjes die we gaan inrichten voor iets anders. Daar zijn we dan niet dat we erg ver moesten reizen. Nee, het zit ernaast. Oh, leuk. We gaan dus nu de school doen. Nou, nog geen huisje dus. We moeten eerst even een school gaan inrichten. Wat gaan we kiezen? Hier, zullen we het dan lekker een beetje... Zo, dat andere huisje is ook al rood met geel, hè? Dus dan is het misschien niet heel handig. Maar maak het wel lekker vrolijk. Want het is een tropisch drijvend ding. Ik ga trouwens weer deze chocolade. Oh, ik heb er zoveel zin in. Wat lekker. Nee, zei ik het? Nee, toch? Ik heb mijn listje nog niet gezien met de spam. Dus ik denk niet dat ik het heb gezegd. Maar, oké, wat gaan we kiezen voor kleurtjes? Wat gaan we kiezen? Nee, zegt mijn listje. Nee, oké, gelukkig. Iets vrolijks, want de school moet wel lekker vrolijk. Ja, ik zou zeggen, we doen hem oranje. Dat ziet eruit als iets van, ik wil iets gaan leren. Eel. Nee, geen geel dak. Nee, we doen gewoon lekker oranje met rood. Ik vind die rode voordeur ook leuk. Die laten we ook gewoon zo. Gouden bel. Tuurlijk, gouden bel. Ja, top. Niks meer aan doen. Hetzelfde. Als dat ernaast. Nee. Ik ga niet hetzelfde. Ik vind het wel leuk, maar ik ga niet hetzelfde maken. Zullen we lichtblauwe doen dan? Oké, lichtblauwe school. Ja, dit vind ik ook leuk. Doen we lichtblauwe. Dit is beter. Hij moet wel lekker kleurig, vind ik. School is de hel, zegt Jeff. Maar deze school niet. Deze school wordt heel lief en gezellig en leuk. Maar eens drinken. Oké. Ik vind blauw leuk. Zullen we hem zo laten? Doen we hem zo? Ik vind het heel gezellig. Het ziet er echt uit als een schooltje. Je kan trouwens nu met die andere update... ik moest even nadenken. Mijn update was de vorige stream. Je kan nu met die andere update... Kan je... nu ook de buitenkant van je huis dus aanpassen. Dus je kan dus ook op je eigen... drijvende ding in het water. Nu de buitenkant van je huis aanpassen. Oké, ik ga verder met de game. Ja. Oh ja, ik heb weer een wensenlijst. Ja. Oh, oké, we kunnen nu dus gaan beginnen met de kamer vergroten. Ik ben aan het zeggen, want dit wordt wel echt een heel klein schuldje. Bijna. Ja, ging echt bijna fout. Maar ik had hem goed gered, hè. Allemaal eventjes schouderklopje voor mij, voor een goede redding.
Oké, dus als ik pijltje naar links doe, dan kan ik hem dus groot. Dat is een super geheime Timmermans truc. Oké, okay, moet ik onthouden in het echte leven. Oké, okay, nou gaan we het proberen. Werk aan de school. Eerst pijltje naar nu pijltje opzij. Ja, inderdaad. Hier kun je de grootte van de kamer wijzigen, ramen toevoegen of weghalen en de ingang veranderen. Oké. Okay. Doen we lekker groot. Super grote school. Nee, dat is wel heel groot. Zo kan ik niet eens meer... Ik weet niet eens wat gaan we er allemaal inzetten. Wat wel leuk is trouwens, dat zag ik bij de kinderen, is dat die villagers van deze drijvende dingen in het water dus ook hier echt naartoe gaan, zeg maar. Dus er loopt ook echt zo'n juffrouw rond. En dan komen ook echt, ze komen hier ook echt... Maak het super groot! Oké. Okay. Zo groot. Gewoon echt to the max. Ramen. Ja, wil ik. Wat is dit? Wat is dit? Bruin? Donkerbruin? Oh, kijk, er verandert iets bij haar. Oh, dat zijn de steentjes die veranderen. Waarom mag ik dat dan niet zo klikken? Zo kan ik het toch veel beter zien. Rode steentjes. Bam, mag ik het weer niet zien? Oké, nou, we gaan wel gewoon voor steentjes dan. Prima. Doe maar, is goed. Oké, ik heb raampjes gekozen. Wel weinig raam hoor. Voor zo'n enorm gebouw. En dan echt twee van die zielige raampjes. Kan ik er niet meer doen. Ik kan dat echt krijgen. Dat is echt zielig. Dat lijkt wel een gevangenis. Oké. Ja, ik heb wel genoeg ruimte. Dat lijkt wel een gevangenis met die muren. Ja, hè? Maar we gaan het wel leuk aankleden. Dat komt wel goed. Maar ik mag niet meer raampjes dan dit. Hier moeten we het mee doen. Dit is waar we het mee moeten doen. Een vierkant klaslokaal. Oké. Nou. Voorzieningen. Ja, onder wensen zie je welke type we moeten hebben. Oké. Ja. Nou, blijkbaar gewoon weer hetzelfde als... we moeten in ieder geval 1 lerarenbureau hebben. Spreekgestoelte. Ik ben er niet een kerk aan het inrichten. Geef me gewoon een lerarenbureau. We hebben 2 kinderbureautjes minimaal nodig. Nou, dan doen we natuurlijk die. Die zijn leuk. Nou, daar kunnen we er wel heel veel meer van. Want... het wordt natuurlijk een enorme kamer. Ik krijg het. Ik hoop het. Ik krijg het echt benauwd. We hebben claustrofobie in dat gebouw. Ja, maar dat komt omdat het nog helemaal leeg is. Zometeen wordt het helemaal mooi. Het komt helemaal goed. Gamekamer! Gamebureau erin. Wel ja, joh. We kunnen er wel een heel tof klaslokaal van maken dan. Geven we elk kind die in dat lokaal zit zo'n computertafel. Maar is, let op de 1,5 meter afstand. Dit is toch goed zo? Dit is toch knus? Kijk, ik heb ze allemaal lekker zitten leren. Lekker hier zo op de tafel liggend zo. Super gezellig. Hier, de pauze kan er ook nog bij komen spreken. Nee, die gaat weg. Dat is echt lelijk. En wat hebben we nog meer nodig? Stoeltjes. Ja, makes sense. Oké, nou, die komen we wel uit. We gaan beginnen met het bouwen. De tafels in het midden nog eventjes zo staan. Oh my god, doe een gamerschool. Maar dan wil je toch naar school? Ja, dat is toch tof? Ik weet alleen niet of die meetelt onder bureau. Maar het zou wel tof zijn. Oh, die gamers. Die zitten ze allemaal achter zo'n enorm beeldscherm. Oh, dat is wel echt geweldig. Maar eerst behang. Dit is wat ze mooi vinden. Oh, we kunnen trouwens. Dat ben ik trouwens net helemaal vergeten. Je kan sinds de laatste update ook een accentmuur aangeven. Dus dan hoef je niet alle muurtjes hetzelfde te doen. Je kan ook 1 muurtje iets anders geven. Dat was ik helemaal vergeten. Ul. Wat is dit voor een school? Oh ja, het is natuurlijk wel een tropische school. Nee, gamerschool. Nou, deze heeft niet eens... Ul. Ul. Oh, dat is wel leuk. Ook dan doen we 1 accentmuurtje met van die rode kluisjes. Dat vind ik leuk. Maar dat moeten we niet hier hebben. Wat voor behang doen we op de andere kant? Boekjes. Wat is dit? Ah, oh, staat alsof ze buiten zitten. Wat schattig. Oh, dit voelt wel als een klaslokaal, dit. Maar dan is het wel wegraam, zeg maar. Oh, hey Melissa. Hoe gaat het met je claustrofobie? Is dit beter? Zullen we dit doen? En dan doen we deze.
Dan denk ik wel dat we dan de grijze moeten doen. Kijk, doen we die? Als een accentmuur. Het is niet het allermooiste ooit. Maar kijk, dan hebben we nu daar raam. En dan hebben we aan die kant hebben we dan kluisjes zitten. Dat is toch best schattig. Maak een plantenschool. Oh, dat is ook wel schattig. Ja, ik denk dat dit wel goed is. Ja, dit is wel veel ramen, hè? We hebben wel daar aan die kant kluisjes. Maar doe ook wel die grijze, want die rode vallen wel heel erg op. Rosemaris, please! Wat kan ik roze maken? Oh, je wil een roze kamertje. Oh, jeetje. Nou, weet je, ik ga jullie laten stemmen. Hier. Wat voor school gaan we maken? Gaat mijn controle weer. Ik leg hem nou even weg, hoor. Wat voor klaslokaal gaan we maken? Doen we een gamerschool? Doen we een plantenschool? Plantenschool. Doen we een normale school? Dus dat is echt gewoon zoals die tafeltjes die er nu staan en die stoeltjes. Je nou, ik niet hoef uit te leggen hoe een normale school eruit zit. Want we komen er allemaal vandaan. Of doen we een roze school? Nou, en roze, dan wordt het echt truttig, hè? Dan wordt de buitenkant ook roze. Dan gaan we ervoor. Een gamerschool, nou, dan weet je wat je kan verwachten. Zie je vorig huis. Plantenschool, lijkt mij heel leuk. Dan denk ik dat we voor dit design gaan. En dat we inderdaad heel veel plantjes gaan neerzetten. Een leuk plantentafeltje. Of we maken er dus een normale school van. En dat is dan dus gewoon een normale lerarentafel. Een schoolbord. Bureautjes. Gewoon normale school. Oeh, plantenschool. Gaat tot dusver volgens mij op. Staat denk ik het meeste. Jullie willen de plantjeschool? Waarom willen jullie geen gamerschool? Weet je hoe tof dat is, een gamerschool? Ik zou best wel zo aan zo'n bureau willen zitten, hoor. En zal ik zo... Ik denk dat ik totaal niet meer meekrijg wat er in de klas gezegd wordt. Dus misschien dat het er daarom niet is. Vond je vroeger school leuk, Maris? Soms. Maar moi. Ik vond school altijd heel langzaam gaan. Een beetje saai. Heel saai. En soms een beetje stressvol. Met veel toetsen en zo. Maar meestal gewoon saai. Ik heb voor plantenschool gestemd. Nou, en de meeste, want ik zie nu 37%. Ik ga hem ook enten. 38% zelfs stemt nu voor plantenschool. Dus jongens, het wordt een plantenschool. Iedereen die dat stom vindt. Ik was niet degene die het had gekozen. Oké, dan laten we de achterkant nu gewoon voor wat het is. Dan gaan we hier... Oh, dan heb ik wel een leuk idee. Weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan we hier onder het raam... Even kijken voor een heel laag... Wat is dit voor werktafeltje? Is dat laag? Was dat er precies onder? En dan gaan we die helemaal vol zetten. Ja, dit is top. Dan gaan we die helemaal vol zetten met plantjes. Kijk, misschien niet allemaal. Misschien dat we hier nog iets van een leuk kastje of zo bij kunnen doen. Even kijken wat ze hebben. Wat is er nou voor iets van een mooie... Sowieso niet die sprekers. Oh, maar ik had er ook nog zo'n Glee-kastje van kunnen maken. Zo'n Glee-klas, dat is ook leuk. Te veel ideeën. Ik wil nog meer kamers. Een hoge archiefkast. Een stofzuigertje. Oh, moeten we er ook nog een toilet in bouwen? Nee, toch? Nee, ze houden de plas maar op. Oeh, wel een mooi schoolbord. Oeh, leuke dingetjes. Dankjewel, Marijke, voor de superchat. Super lief, thank you. Ik vind deze update sowieso leuk. Ja, het is leuk, hè? Nou, wat ik dus net zei, is dat ik in het begin had ik zoiets van... Ik ben wel altijd heel erg... Ik heb altijd wel een beetje moeite met verandering. Dus als ik dan niet meer speel op mijn eigen eilandje, zeg... Nee. Ja, tel er maar weer mee. Kom maar weer, Marliesje, met je hoofd. Met je hoofdsticker. Ik heb het weer gezegd. Als ik zeg maar... Dan, dat zei ik net ook al. Dan voelt het gewoon een beetje alsof het niet zo heel veel nut heeft of zo. Weet je wel? Dat je er niet zo overheen kan lopen. En toch was ik die hele vrijdagochtend alleen maar dit aan het spelen. En moest ik het eigenlijk stoppen. Want ik had een afspraak buiten de deur. Dus ik moest echt weg. En toen dacht ik... Ja, het is eigenlijk ook wel leuk. Dus zat ik het s'avonds ook weer lekker te spelen. Nog even een paar huisjes inrichten. En dacht ik... Ja, het is eigenlijk ook wel gewoon leuk. Gewoon gezellig. Nee, niet de kluisjes. Willen jullie die kluisjes niet? Ja, nee. Ze mag zeggen dat ik op 19 zit. Op hoeveel zit ik? Als het goed is, zegt de Creabot dat zometeen, toch? Ja, het is echt... Oh, kijk. Creabot zegt het verboden woord is 18 keer gezegd. Maar nou zegt Creabot het verboden woord is 19 keer gezegd. Oh, decrease to 18 keer. Oké. Verboden woord, Creabot is erover uit. Het verboden woord is 18 keer gezegd. Nou, dat valt me mee. Ik ben nog niet bij de 26.
Oh, wat erg. Oké, ik moet jullie nog één ding vragen in een poll. Want jullie typen allemaal van ik wil die kluisjes daar niet. Ik vind dat zelf wel leuk. Wel of niet kluisjes. Als we dan niet kluisjes doen, dan doe ik daar gewoon dat raam ook. Dus wel kluisjes, niet kluisjes is de vraag. Heel simpele vraag. Wel of niet kluisjes. Want als we dan doen niet kluisjes, dan doe ik dus alles gewoon glas, oké? Dan wordt het echt een open dinges. Maar misschien heb je gelijk. Want misschien is de kluisjes nu wel een beetje te veel gewone school, zeg maar. We gingen natuurlijk niet voor een gewone school. Nou, ik zat intussen nog te kijken of ik een leuke hoge kast kon vinden. Ik moet zeggen dat ik dat niet echt kan vinden. Maar ik laat het even bij deze. Nou, even kijken naar plantjes. Hebben ze helemaal geen plantjes ertussen zitten, hè? Kan natuurlijk ook nog. Kunnen we wel leuk zeggen, we gaan een plantjeschool maken. Hadden we natuurlijk even kunnen checken. En dit zit er nu in de mensen. We gaan even kijken bij alles. Waar zijn de plantjes? Oh, jawel. Kijk maar, ik kom in ieder geval iets tegen. Hier, mijn favoriet al. Hier, ik ga hem laten zien. Ik zei toch dat hij in heel veel andere dingen was. Hij in het wit, in het groen. Kijk hoe leuk! In zo'n gevlochten mandje, of in het licht. Of in zo'n grijze pot. Terracotta pot. We gaan voor een terracotta pot. Deze gaan we sowieso doen. Helemaal leuk. En deze gaan we ook doen. Ik wist helemaal niet eens dat je die kon aanpassen. Oh, dat is alleen de kleur van de pot. Oké. Nou, dan doen we die ook gewoon gezellig in het bruin. En jullie zeggen wel, gewoon lekker zo, wel kluisjes. Oké. Wel kluisjes. Sorry voor de mensen die zeiden van hij moet weg. De meerderheid heeft gesproken. We willen wel kluisjes. Wel lief hoor, zo'n plantjesschool. Hebben we ook nog allemaal plantjes die we op het bureau kunnen zetten? Plantje, oh ja, wel deze. En die. Die kan ik ook in meerdere kleurtjes doen. Oeh, gekozen. Ja. Nog meer plantjes? Ja, hangplantjes heb ik nog. En dingetjes van de muur. Oké, dat kunnen we er ook nog bij doen. Kunnen we nog van die kransjes ophangen. Is ook nog wel schattig. Oh, we hebben ook nog van dit. Dat is trouwens ook echt vet schattig. Dit is van dat klimplantslinger ding. Geen idee of ik dat beter kan uitleggen dan dit. Maar dat heb je dus gewoon van die klimplant aan het plafond hangen. Hoe leuk is dat als je dat zo meteen mee kan nemen naar je eigen drijvende ding in het water. En dat je dit dan allemaal zo kan ophangen met van die lichtjes. Dus kun je er echt zo'n fairy huisje van maken. Dat is vet schattig. Ik weet niet of dit leuk staat hoor. Ik ga het even proberen. Misschien dat ik dat zo meteen aan de andere kant ook doe. Ja, dat is toch leuk? Ik vind dat wel leuk. Waarom ziet een school er eigenlijk niet zo uit? Best schattig. Kijk, zo, plantje erop. Grote plant hier. Oh, dit behang is trouwens ook wel echt heel erg leuk, hoor. Zo. Er moet echt nog een grote plant bij, hè? Dat hier gewoon allemaal plantjes staan. Ja, dat is cute, hè? Cool, die hangplant. Ja, maar ik vind die dingen aan het plafond ook echt wel leuk. Dus ik weet niet of dat een DIY wordt of zo. Deze is ook trouwens echt mega leuk. Die kan je ook aan het plafond hangen. Er staan ook weer plantjes op. Dus die kunnen we misschien nog wel hier zo voor het raam. Kijk. Zie? Hoe leuk dat is. Flesje wijn in de klas. Nou, hey. Superleuk. Niks meer aan doen. En meer planten. Dit kunnen we ook doen. In plaats van die kluisjes. Nee, ik ga die kluisjes wel doen hoor. Oeh. In plaats van die kluisjes. Eel. Eel, dat is echt heel lelijk. Nee. We doen die kluisjes. Waar zijn mijn kluisjes? Oh nee. Ik kan mijn kluisjes niet meer vinden. Dat is deze. Oh, dit ziet trouwens in het rood. Nee. Grijs. Grijs mooi. Leuk. Niks meer aan doen. Dit was leuk. Ga je nog die tafeltjes uit elkaar zetten? Nee. Nee. Ik laat het zo. Oh, kijk. We kunnen ook dit doen. Schattig. Nee, maar gaan we niet doen. We hebben gestemd. Hey, we hebben alleen niet meer plantjes dus dan dit. Hier moeten we het wel mee doen. Dus we kunnen wel gewoon heel veel van deze plantjes herhalen. Gaan we het gewoon alsnog helemaal vol zetten ermee. Maar even kijken. We hebben dus niet meer. Ja, en dus die hangplantjes. Dan moeten we deze doen. Dat kunnen we wel doen. Kunnen we die precies tussen het raam ophangen? Deze is zo leuk. Deze is echt zo leuk. Vind ik leuker wel dan deze. We hebben nog gedroogd dingen en zo. Hier een hangend bloemstukje. Die is wel een beetje truttig hoor. Maar boeien. Doen we er gewoon bij.
Oké, die past er nog precies zo achter. Dat is denk ik wel leuk. Doen we er nog zo eentje van deze? Doen we die aan dat muurtje hier zo. Dit is best wel leuk, toch? En dan doen we hier... Hier, doen we nog zo eentje van deze. Kijk, dan is het weer lekker symmetrisch. Hoppa. Ah, ik vind het best wel gezellig. Ik vind het wel leuk. Dat poppetje, dat staat ook echt bij de deur nog steeds. Ja, die zit ook heel de tijd te denken van... Dit is wel een beetje een vreemde school. Maar oké, oké. Ja, je zal het weten. Je doet het goed. De klanten zijn steeds tevreden, maar komt vast goed. Het is wel een beetje een vreemde school zo met al die tafels zo dicht op elkaar. Maar het komt goed. Ja, we gaan nog veel meer van deze. Die cactusjes zijn ook echt mijn favoriet. Ik vind hem trouwens in deze kleur niet mooi hoor. Dus we gaan, wacht. Welke kleuren hebben we nog meer? Ik vond die terracotta pot net heel erg leuk. Oh, die zwarte is ook wel leuk. Die andere nee. Geen roze. We gingen niet voor een roze. Deze kan toch ook best... Schrijf ze even op. We moeten nog veel meer plantjes in de klas. We moeten een plantjesschool worden. Dus we moeten vet veel plantjes. Hij staat niet in het midden. Wat staat niet in het midden? Wat heb ik niet goed gedaan? Naast die krijtborden staat een skelet. Doe die. Ja, past wel in een klas, hè? Doe wel van een stapel boekjes. Die doen we ook nog hier zo ernaast. Want het is natuurlijk wel een school. Dus we hebben wel een heleboel boekjes met allemaal plantjes en zo eromheen. Een bundel boekjes. Oh, die is ook echt zo schattig. Maar dan gaan we zo meteen ook al die tafels helemaal mee volleggen. Oh, zo leuk! Oké, wat hebben we nog meer? We hebben trouwens ook nog dit. Echt een lelijk ding trouwens. Dit is een of andere herfstlamp. Die kan ook aan. En uit. Dat is echt zo'n lelijk ding. Maar ja, misschien is het wel grappig voor erbij. Die tafel aan de zijkant, die staat niet in het midden. Nee, maar dat is bij design. Nou ja, oh, jullie willen... Oh, oké, ik snap het. Ja, nee, dat is inderdaad lelijk. Want je wil natuurlijk eigenlijk dat ze gewoon allemaal mooi onder het raampje zitten. Hè? Gewoon zo. Ja, ik ben het ermee eens. Oké, dank je. Dit is inderdaad mooier. Ik wil nog even een grote plant erbij hebben. Dan zetten we er nog even eentje bij. Even een mooi grote. Voor iedereen die moet gaan slapen, wel trusten. Slaap lekker. Leuk dat jullie waren komen kijken. En Sharon zegt, of Sharon, of ik hoop dat ik het goed uitspreek, die zegt... Je hebt al zulke leuke ideeën, zelf speel ik het ook, maar ik weet gewoon echt geen ideeën meer. Misschien kan je al eens even op Pinterest kijken. Daar kan je ook altijd wel leuke dingen vinden. Hier is het skelet. Nou, wat willen jullie? Zo'n anatomiemodel, of gaan we echt voor een skelet? Ik zou zeggen, laten we gaan voor dit, want dat... Nou, doen we hem ook gewoon daar. Kijk hem vrolijk daar staan. Lijkt nu wel een beetje een biologielokaal eigenlijk. Oké, lerarenbureau. Ik ga eerst even hiermee beginnen hoor, want dit doet jullie ook zeer. Ik heb een schoolbord nodig. Schoolbord links. Schoolbord rechts. Ja, dan zet hij het natuurlijk precies andersom. Top. Dus net als dat is als ik op de fiets zit. Ja, het is wel een beetje vreemd dat die kluisjes er zo achter zitten, maar... Hè, daar doen we het maar mee. Wel ouderwets schoolbord hoor. Ze hebben geen digibord of zo. Hij is wel mooi. Hij is wel echt heel mooi. Wat voor lerarenstoel hebben we? Een gamerstoel. Nee, dit is een typische schoolstoel. Die klapstoeltjes. Nee, daar kunnen ze niet op zitten. Ja, dit is een... Ja, oké. Dan doen we dit wel anders voor de... Ze hebben niet echt iets van een... Oh, kijk. Ze hebben ook echt van die collegezaalbanken. Dat is ook leuk. Maar ze hebben niet iets van een... Een lekker, echt zo'n juffenstoel, hè? Dat hebben ze niet. Juf Maris, die geeft info over hoe je je planten dood laat gaan. Ja, ik zou zeggen, waar zijn die game PC's, jongens? Leuk, gezellig, die plantjes, maar wat moeten we gaan doen? Dit is geen skelet, Maris, maar dat geeft niet. Sorry. Nee, dit is een anatomiemodel. Een bureaustoel, dank je. Ja, daar, dat bedoelde ik. Ik kom niet op het woord te komen, maar dat... Ja, dan hebben ze wel deze, maar ik heb in mijn eigen drijvend ding op het water, heb ik ook een school gebouwd. Daar heb ik dan echt zo'n cliché met zo'n rood zittingje, weet je wel. Dit is wel weer heel snel alweer een gamestoel, vind ik. Dit vind ik dan weer niet echt per se een juffenstoel. Die ik had hem op mijn drijvende dingetje. dat past wel beter. Ik denk dat dit niet zo leuk staat, kijk maar. Oh, is best leuk.
Het is leuk, dit doen we. Dit is schattig. Alleen als ze zo voor het bord zitten, is het natuurlijk niet heel handig. Dat deden ze vroeger wel altijd op school. Maar misschien is het eigenlijk logischer als je... Nee, ook kan ons dat schelen. Oké, maar ze kan er alleen niet meer achterlangs nu. Oké, dan hebben we een heleboel tafeltjes. Kijk, zo. Zo. Dan doen we er... Ja. Zo. Ik dacht, wat heb ik veel tafeltjes. Verwacht een hele hoge opkomst. Dit wordt waarschijnlijk net zoals dat ik allemaal stoelen in een kring zet voor mijn verjaardag en dat er dan niemand komt. Deze moet even omdraaien ook. Oh, maar er moeten natuurlijk ook stoelen tussen. Dus ik moet wel even checken of dat past. Want anders dan gaat het niet goed. Maar het wordt wel gezellig, vind ik. Ik vind het wel leuk. Het ziet er wel heel leuk uit. Gewoon recht voor het bord. Ja. Maar het ziet er wel schattig uit. Het kan wel. Maar ik vind denk ik wel rijtjes van... Oh, je kan ook groepjes maken. Weet je nog, als je nog op de basisschool zit... Dat je dan, weet je wel, gewoon zo... En dan zit je lekker... En wil je niet te dicht bij het bureau van de juf eigenlijk. Weet je, het liefst een beetje achter in de klas. En dan... Hey, jammer dat ze dat niet lekker aansluiten. Dan krijg je van die groepjes. Kijk. Oh, die zo sluit die wel mooi aan. Kijk, dat kunnen we ook doen. Dan maken we wel van die groepjes. Zullen we dat doen? Ik ga jullie weer laten stemmen. Wacht. Kies maar weer. Wat doen we? Doen we? Echt netjes 1,5 meter afstand. Dus dat zijn allemaal enkele tafeltjes. En dan allemaal los van elkaar. Dat is hoe het tegenwoordig misschien zo staat. Doen we ze 2-2? Of doen we groepjes? Hier, mogen jullie stemmen? Kies maar. De alles-YouTuber die zegt, ik zit achteraan. Ja, ik mocht bijna nooit achteraan zitten. Want ik was dan altijd alleen maar aan het kletsen. Dus ik zat 9 van de 10 keer wel voor in de klas. Dus ik was altijd blij dat ik achter in de klas zat. Want dan voelde ik me altijd heel stoer. Maar dan had ik ook altijd zo'n stoel. En ik kon ook nooit stilzitten in de klas. Ze hadden mij best op zo'n stuiterbal gewoon kunnen zetten. Dat ik altijd zo, zeg maar, in de klas zat. Dus dan had ik weer zo'n stoel. En dan, omdat ik achter in de klas zat, had ik hier een muur. Dus dan ging ik altijd zitten wippen op mijn stoel. En dan kreeg ik altijd weer op mijn kop dat die stoelen daarvan kapot gingen. En dat ik niet mocht wippen en weet ik veel wat. Dus maakt eigenlijk niet uit waar ik in de klas zat. Ik was overal vervelend. Want als ik weer te ver aan de deurkant zat, dan hadden we de prullenbak. En dan kon ik, zeg maar, vanaf mijn bureau zo. Hoppa, alles weggooien, zo in die prullenbak. Uiteindelijk werd mijn leraar er helemaal gek van, dat ik altijd alles aan het weggooien was. Dus die had uiteindelijk toen die prullenbak, had hij die kast naar voren geschoven. We hadden dan zo'n lage kast, had een kast naar voren geschoven. En die prullenbak er dus achter gezet, zodat we die prullenbak niet meer konden zien. En we er echt heen moesten lopen. Maar ja, ik zag dat natuurlijk alleen maar als challenge. Challenge accepted. Dus ik ging natuurlijk echt zo gooien om hem daar in die prullenbak te krijgen. En dat lukte 9 van de 10 keer ook. Dus ze waren nooit blij met mij. Maakt niet uit waar ik zat. Oké, 2-2 zeggen jullie. Oké, gaan we voor 2-2. Echt zielig voor die kinderen die niet bij die lockers kunnen. Ja. Dat is mijn locker, hè. Super sad. Ja, ik heb mijn huis ook echt niet kunnen maken. Want ja, ik kon niet mijn huis ook uit mijn locker halen. Oké, we gaan 2-2. 2-2. Wat dat betreft is het wel een makkelijk vloertje. Want je kan goed zien waar je het plaatst. En dan doen we wel deze stoel, maar niet in deze kleur. Hout. Ja, dat past wel bij ons plantensfeertje. Oeh, ja. Dat is wel chique. Oh, deze kan ik trouwens ook aanpassen, zag ik net. Oeh, te veel leuke keuzes. Ik ga eerst even kijken hoe dit staat. Ja, interessant. Kan. Ik denk dat het deze wordt, hoor. Leuk. Die doen we goed. Het valt wel een beetje weg op de vloer. Maar ik heb de vloer ook nog niet uitgekozen, bedenk ik me nu. Oké. En weg zijn alle... Poef! Weg zijn alle tafeltjes weer. Dat bord vind ik wel echt heel mooi. Zal ik juffen even iets meer ruimte geven? Of de meester. Weet ik voor wie er eigenlijk komt te zitten. Volgens mij... Hier, geef even iets meer ruimte. Kijk, dan kan je er ook nog achterlangs lopen. Dat is wel beter. Ik zit vroeger achterin bij de kast waar de lijm stond. Dus wij maakten altijd stiekem lijm. Oh, ja, dat deed ik ook. Dan ging ik al lijmballetjes zitten maken. Zo, waarom doet iedereen dat? En toen kreeg ik inderdaad, daar was het weer altijd. Of ik ging altijd aan de lijm. Ging ik altijd zitten ruiken. Zeg maar de lijmsnuiver in de klas. Dat was ik. Nou, zoals je kan horen, ik verveelde me altijd gewoon een beetje op school. Dus dan ging ik gewoon dat soort dingen zitten doen. Oeh, dit wordt heel krap hoor. 2-2. Oei, oei, oei.
Dit wordt heel krap. We moeten 2 aan 2 en 1 en 1 doen. Want anders gaat het niet passen. Dus een beetje 2 aan 2. Doen we 2 en 2 in het midden. En dan die buitenste. Ja, nee, helaas. Die hebben geen vriendjes. Dus die moeten dan maar alleen. Is die anders. Kijk, dan doen we die dan net even ietsjes verder. Zodat ze er nog tussendoor passen aan de achterkant. Anders kan je stoel niet naar achter schuiven. Ga ik weer lopen wippen op mijn stoel. Weet je wel. Je weet hoe het gaat. Krijg ik weer op mijn kop. Kijk, hier zit je heel dicht bij Hans. Dit is Hans, overigens. Dit. Dus kun je heel dicht bij Hans zitten. Als onze stift leeg is, dan geven we hem aan meester. En dan probeert hij de stift erin te gooien. Ah, dat is wel leuk. En vroeger waren ze niet zo heel erg actief met dat soort dingetjes. Doe de collegebanken en de tafels. Dat is mooier met 2 aan 2. Oh, oké. Ik ga ernaar kijken. Doe ik in ieder geval dan de buitenkant dan wel gewoon zo. Kijk, gewoon set. Oké, deze moeten dan eens anders. Oké, haal ik dit weg. Alles voor niks gezet. Haal ik dit weg. Gaan we kijken. De collegebank. Welke is dat? Ja, dit is dan... Dit is dan de collegebank. Ik zag hem net voorbij komen. Deze? Hebben die ook in een mooi houtkleurtje? Oh. Hij is wel een andere kleur. Maar oké. Ja. Ja, ik snap wel waarom je dit mooier vindt, zo 2 aan 2. Maar dan staan die anderen er wel een beetje gekkig bij. Vind je ook niet? Want welke tafel hoort daar dan bij? Deze. Collegezaaltafel. Ja, oké. Maar dat lijkt wel heel erg op het bureau van de leraar. Hij is wel groter dan het bureau van de leraar. Ja, ik vind op zich, ik snap het idee. Ik denk ook misschien dat het wel leuker kan zijn. Maar ik vind het wel een beetje zielig dat die leraar nu zo'n klein bureautje heeft. Wat vinden jullie? Doen we het gewoon weer zo terug of laten we het zo? Lisa zegt, ik zit al 7 jaar in het middelbaar en it's killing me. Oh nee, dat sucks. Dat sucks. Ja, ik heb er 5 jaar over gedaan. En over mijn studie daarna heb ik ook nog 5 jaar gedaan. Dus ik bedacht me later dat ik gewoon 18 jaar op school heb gezeten van mijn hele leven. Man. Terug. Oh, ik moet de poll doen. Ja, oké, is goed. Wat doen we? Dan kiezen we zo later. Dat is dus dit, hoe het nu staat. Of we doen het terugzetten. En dat is dus weer hoe we het net hadden. Met die 2 stoeltjes en weet ik veel wat. En toen komt de poll. Zo laat, joh. Die leraar die is toch in zijn eentje. Ja, maar ik heb er wel een beetje moeite mee dat de kleur afwijkt. Nou hebben we hier... Kijk, die kunnen we ook wel zetten op donkerbruin. Even kijken hoe dat staat. Misschien dat dat dan leuker is. Maar hè, dan matchen de kleuren weer net niet zo. Hebben jullie de poll inmiddels al? Ja, hè? Oh, terugzetten stemmen jullie? Oké. Nou, duidelijk. Dan zet ik hem alweer uit. Jullie zijn zo snel. Oké, duidelijk. Sorry. Alles weer terugzetten. Maar het is inderdaad wel leuk. En voor 2 aan 2 staat dat inderdaad heel leuk. Zo snel. Verplaats het hele lokaal een plekje naar links. Dan kan je aan de zijkant ook nog 2 doen. Ja, maar ik wil hier aan de zijkant ook nog iets neer gaan zetten. Dus we hebben natuurlijk een plantjeslokaal. Dus hier willen we van die plantjes. Ik wil hier nog allemaal van die kastjes met boekjes en zo. Dus daar komt ook nog wat. Sorry, dat had ik nog niet gezegd. Maar dat wil ik daar nog naast gaan plaatsen. Ik denk dat het anders een beetje vol wordt. En volgens mij, hoeveel mensen komen er naar school? Als je vrijwillig op een tropisch drijvend ding in het water... vrijwillig hierheen kan, hoeveel mensen gaan dan van hier naar school? Zou jij het doen? Verplaats die andere 2 tafels, zodat ze 2 aan 2 hebben. Nee, die zijn gewoon set. Dit is voor Jasper en Jeroen die weer als laatste binnenkomen. En weet ik veel. En die hebben dan al straf. Ja, helaas, dan moet je zetten in je eentje zitten. Maar holy shit, Zoe. Bij ons in de klas werden gewoon de stoelen... wat? Werden de stoelen losgeschroefd, waardoor ze er een paar keer doorheen was gezakt. Oh man, wat erg. Dat is wel echt heel zuur. Boekjes. Geef me boekjes. Kijk, we hebben hier een wensenlijst. Kijk, er is best wel veel. Waar hangen we die tassen aan? Oh. Oh, die tassen kunnen we nog aan de muur hangen en zo. Oh, die kunnen misschien wel aan een kluisje. Oké, maar...
tassen. Oké, okay, schoenen, sokken. Wat een hoop spullen. Wat moet ik hier allemaal mee? Of zou ik alle mensen die binnenkomen kunnen aankleden met dat ik ze een tas geef en een schooluniformpje en zo. Oh, dat is wel schattig. Dat is leuk. Er zit wel echt heel veel kleding in. Wow, joh. Oké. En ze hebben heel veel wensen van kleding, dus daar willen ze echt wel mee. De vloer heb ik niet eens gekozen, hè, want we kunnen... Huh? Is het een tapijt? Ik dacht dat ik een... Een vloer aanklikte. Kijk, we hebben de vloer niet eens gekozen. Er zijn... Eeuw. Ik vond die vloer van net echt heel mooi trouwens. Dus ik denk gewoon dat dat hem wordt. Maar ik heb niet eens gekeken, überhaupt. Oh! Wat is dit nou weer voor een vloer? Het lijkt wel een gymzaal. Ik die nog steeds met wiskunde bezig is. Ah, sterkte Isabel. Playgame vindt de strafplek cool. Ja, toch? Een strafplekje. Maak een straf of een leeshoekje. Oké, een strafplekje. Nou, dan gaan we dat zo meteen eens even maken. Ik doe wel gewoon weer de vloer die we hadden. Ik vond dit gewoon heel gezellig staan. Een strafplekje. Wat verstaan jullie onder een strafplekje? Wat, is dat dan echt gewoon een set, een bureautje? Gewoon ergens helemaal zo in zijn eentje gewoon? Dat hij echt zo super set gewoon hier zo moet zitten? Helemaal. Je mag het bord ook niet zien. Zo. Kijk, het helemaal sad moet je daar moet je zitten. Is dat een strafplekje? Of, oh, echt iets anders. Wat hadden jullie bedacht? Een tafel tegen de muur. Ja, zo vind jij het straf. Ga daar maar bij die lokker zitten. Hey, Luca, dankjewel voor de superchat. Sorry dat ik hem nog niet had gezien. Maar is doen een wasbak en een gieter? Ja, dat is leuk. Zullen we dat nog hier ernaast doen? Had je die al voorbij zien komen, de wasbak? Ik zit hier wel. Plasbak heb ik wel. Maar nog geen wasbak. Wel een bed. Misschien kan die gast hier gewoon komen slapen. Wasbak, wasbak, wasbak. Waar is een wasbak? We hebben dat denk ik er wel tussen zitten, toch? Scroll ik er alweer te hard voorbij. Want een emmer. Kun je wassen in een emmer? Maar een wasbak zit er volgens mij niet bij. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Nou, als ik het zo meteen tegenkom, dan zet ik het erbij. We gaan heel veel terug aan die wensenlijst. Want daar zat ook vet veel papier en zo. Oh, ik zit zo te rotzooien met... Oh, is dit misschien een wasbak? Een grote wastafel. Ja, kijk. Die is echt mega mooi. Die bedoelde je, hè? Kijk, dan doen we die daar nog. Het zit wel een beetje vol. Weer rip dat ene kluisje. Maar dat is wel echt heel leuk. Dat je daar inderdaad al die plantjes ook helemaal kan spoelen en zo. Ik weet niet of we hem daar neer gaan zetten. Misschien dat we hem aan de andere kant doen. Maar boeien. Ik laat hem nu nog zo. Er mist nog een prullenbak. Ja joh, er mist nog een heleboel. Want ik wil natuurlijk ook een... wat is dit? Een posterstandaard? Waarom zou je dit nou weer willen? Oh, dan heb je informatie over... Nou, leem. Stom. Nee, hoeven we niet. Een whiteboard hebben we nog. Wc-spullentroep. Maar er missen natuurlijk ook nog allemaal van die boekjes en zo. Hè? En dat kan natuurlijk ook op tafel. Op alle tafeltjes hier. Kijk, een boekenbundeltje leggen. Kijk, een boekenbundeltje. Voor jou. Kijk, die hebben we ook in andere kleuren die er iets minder kerstigs uitzien. Kijk, een boekenbundeltje. Voor jou. En een... Oh nee, niet deze. Even aanpassen. Hier in het grijs. Oh, ik heb het niet goed gedaan. Die is wel mooi trouwens, deze. Het is een beetje blauwe gelijk wel. Boekenbundeltje voor jou. En dan doen we eentje in een hele nare kleur. Voor op de strafplek. Nou, die zitten niet echt tussen. Ze zijn allemaal heel leuk. Maar die krijgt dan een lelijk groen. Ja, doen we die. Zo, op bijvoorbeeld, ik vond deze trouwens heel mooi. Ik ga deze nog even aanpassen. Ik vond deze laatste heel mooi. Deze, met dat bruine riempje. Maar waar dat riempje zo op slaat, slaat nergens op. Het lijken wel allemaal kerstcadeautjes eigenlijk. Leg die hele stapel boeken bij de strafbank als strafwerk. Zeg, wat hebben jullie voor ervaringen op school, zeg. Zet jullie allemaal. Maar oké, gaan we doen. En dan ook echt allemaal van die oude boeken, hè? Van die oude boeken die helemaal onder het stof zitten. En die moet hij dan helemaal ordenen en lezen en overschrijven. Ja, top.
Ah, oh, en wie zit er dan straks daar? Ik zeker, hè? Dan ben ik weer te laat, dan moet ik weer op de strafplek. Oké, jullie willen heel graag een prullenbak. Ik ga een prullenbak eerst inzetten, voordat ik verder ga zoeken. Prullenbak. Waar is prullenbak? Prullenbak. Waar hebben we een prullenbak? Oké, wacht. Ik ga even zo zoeken weer. Dan hebben we tenminste gewoon alle spulletjes waar ik nu uit kan kiezen. Nee, in ieder geval iets meer keus. Prullenbak. Oh, ik heb er zo eentje. Een rotan prullenmandje. Nee, we doen wel zo'n hout, hè. Iets meer normaal voor in een klas. Kijk, een beetje een rood hout. Donkerhouten. Dat is wel leuk, denk ik. Kijk, donkerhouten prullenbak. Dat doen we hier zo naast de juf. Kijk, dan kan je vanaf deze tafel zo met je propje. En hier zo weer rip voor dat kluisje daarachter. Maar helaas, helaas. Oh ja, een klok. En doen we die ook aan een kluisje? Die arme kluisjes. Heeft helemaal geen nut meer. Oeh, ze hebben wel hele toffe klokken. Hé. Kijk, een stationsklok. Maar nee, we moeten echt een schoolklok. Dit is gewoon een normale schoolklok. Maar aan de andere kant, we hebben een plantjesklas. We gingen niet een normale klas maken. Dus we kunnen ook voor zo'n klok gaan. Hé, kijk. Ik heb een idee. Hé. Hey. Maar dit is leuk. Oh, weet je, ik heb een idee. Weet je wat ze allemaal hebben zitten knutselen? In de plantjesklas leer je natuurlijk ook hele mooie kransjes maken. Dus ze hebben allemaal kransjes geknutseld. Die heeft juf allemaal opgehangen. Niet daar. Kijk, en dit was van Jeroen. En Jeroen was nog niet zo heel goed. En die had ook geen zin in bloemen. Die heeft gewoon ook niet zijn best gedaan, zoals je kan zien. Kijk, en die heeft juf allemaal opgehangen in de klas aan de bovenkant. Dus was trots op alle werkjes, zelfs op die van Jeroen. Die mocht er ook gewoon bij. Ook al vond die knutselen niet zo leuk. Kijk. Iets te hoog. Moet hij mooi in de steentjes. Oh, dit is echt heel leuk. Dat is echt heel leuk. Vooral dat ene sad kransje. Hij zo zegt, mijn vader die heet Jeroen. Nou, jouw vader heeft niet zo zijn best gedaan op de krans. Arm kind als hij naar die strafplek moet. Ja, zegt. Een heel zielig plekje. Hé, hey, maar kijk nou, als je deze kant op kijkt. Het voelt echt als een biologielokaal. Het is echt heel gezellig. Echt heel leuk. Ik vind dat hier ook nog een klok moet hangen. Want een camera, zodat je juf alles goed in de gaten kan houden. Nee, ik vind dat daar ook nog even een klok moet hangen. Want als je dan als juf bezig bent, dan kan je ook nog even op de klok kijken. Hier doen we ook weer zo'n leuke klok. Gewoon omdat die zo leuk past bij het interieur. Ja, echt superleuk. Superleuk. Ja, ik wil wel heel veel van dit soort dingen gaan ophangen. Maar dat kan natuurlijk niet echt voor die ramen. Zo'n mededelingenbord zo voor dat raam. Kijk, dat is echt wel een beetje vreemd. Kijk. Nou ja, aan de andere kant. Het kan best wel. Ze moesten het ergens kwijt. Dan maar daar. Maakt het uit. Kan best wel. Kijk, en de gevonden sleuteltjes van iedereen die zijn fietssleutel weer was vergeten. Kijk, gebeurt ook vet vaak. Die hangen daar, ja? Die hebben we daar. Nou, dit is toch leuk? Dit wordt toch echt al super gezellig? Het voelt echt als een klas. Doe een handdoekrekje bij de wastafel. Ja, maar waar dan? Ik heb helemaal geen plek meer. En volgens mij hebben we niet eens een handdoekrekje. Ik heb TL wand. Ik heb bezem, stoffer en blik. Die moeten we ook kwijt. Voor al die plantjes geeft natuurlijk weer troep. Ja, die doen we hier precies. Oh, kijk nou jongens. Past precies. Past precies. Ben je verplicht in een plantjesklas om ook een nooduitgangbordje te hebben? Hij moet de andere kant op. Juist. Nee, niet exit. Die nooduitgang, die kant op. Ben je wel verplicht, hè? Kijk, doen we dat er ook bij. Ik heb helemaal geen claustrofobie of zo. Het is mij te vol. Ja, echt? Oh nee, ik hou wel van vol. Mijn huis is ook altijd wel een beetje vol en rommelig. Maar ik vind dat wel schattig. Ik vind dat wel gezellig of zo. Nou, schakelaar hebben we niet nodig. Die lichten die gaan gewoon aan met sensor. Echt super handig. Hebben we alleen niet echt normale... Oh jawel, jawel. Kijk hier. Plafondverlichting. TL-lamp. Ja, dat is wel heel erg klaslokalig. Zo. Dan doen we die. Daar. En nog één. En nog één. En nog één. Dan doen we er gewoon vier. Zo. Eentje daar. Eentje hier. Eentje daar. Eentje hier. Moet er nog eentje bij, hè?
Nog twee, kijk. Het moet ook nog in het midden. Zo. Nou, als in een echte school. TL-verlichting. Kijk nou. Maar het staat wel tof. Het staat wel leuk. Het staat wel leuk. Je zou eventueel die achterste muur even kunnen maken. Zodat je daar allerlei posters en zo op kan hangen. Ja. Dat is zeker wel leuk. Maar ik vind die kleisjes zo schattig. Ik weet dat het nergens op slaat hoor. En dat de meeste kleisjes geblokkeerd worden. Maar ik vind het wel schattig. Het voelt wel echt als een schooltje. Maar het slaat inderdaad nergens op. Maar als we het nu even gaan maken. Ziet het wel minder leuk uit hoor. Kijk maar. Behang. Want, oké, nou doen we deze even voor Ilona erop, oké? Zie, het is echt heel veel minder leuk. En niet omdat roze niet leuk is of zo, maar ik weet niet, het had gewoon echt wat. Het slaat echt nergens op, ik snap het ook wel. Maar, oké, dit zou dan misschien nog wel kunnen. Dit zou dan misschien nog wel kunnen. Oké. Dit? Melissa zegt, doe de sportkleisjes op een andere muur. Ik weet niet of dat kan hoor. Ik weet niet of ik 3 accentmuren kan doen. Ik kan proberen. Nee, kijk, zie je, dan verandert hij dat. Dan maakt hij daar gewoon dat van. Kan ook. Dat kunnen we ook doen. Ah, ik heb even ruzie met de camera. Wacht. Is misschien wel logischer. Alleen nu zitten mijn kunstwerkjes echt stom. Zie? Het is misschien wel logischer, maar ik weet niet. We doen gewoon alsof het gewoon kan. Boeien, je kan gewoon prima kluisjes hebben achter. Dat kan prima. Je kan gewoon aan de andere kant kan je er ook bij. Maris, be like, oh, kluisjes. Maris nu, ja, jammer voor hen. Ja, maar het staat er gewoon schattig. Ik vind het gewoon leuk. We gaan hier ook nog heel veel plantjes doen, goed? Want dat vind ik er nog wel leuk bij. In de plantjeskast. Klas. En we moeten nog even wat meer van die kastjes met van die boekjes. Dus als we nou aan de onderkant... Heb ik net gezien. Oeh, flipkast. Nee. Als we nou aan de onderkant zo'n kastje doen met van die boekjes. Dankjewel bij Patrick voor de superchat. Hé, maar is leuk om weer je stream te kunnen bekijken. Oh, nou, leuk dat je er ook weer bent. Gezellig. We gaan nu even kastjes uitzoeken voor de onderkant. Maar niet dit. Dit past niet in... We hebben trouwens ook nog zulke schoolkluisjes. Hier, doen we hem in zwart. Geen vrolijke kleurtjes. Hier, en dan doen we die er nog neerzetten. Dan kunnen ze daar ook nog een spulletje in kwijt. Goed? Dan is het... Oeps! En weg was hij weer. Of doen we gewoon... Oh, dit is ook leuk. Wat hebben we hier? Nog een hoge archiefkast. Oh, dat staat ook wel gezellig. Oké. Nou, we doen dit. We doen dit. En dan nog... Een lage archiefkast. Die kunnen we op zich misschien wel matchen. Dus we daar meerdere van naast elkaar zetten. Oh, maar die kan er natuurlijk weer net niet lekker tegenaan. Deze ook niet? Kunnen ze tegen elkaar? Nee, net niet lekker. Oké, dat gaan we dan niet doen. Dan doen we gewoon een klein kastje er nog naast. Hier, doen we het gewoon een houten ladekastje. Daar kunnen ze dan al hun schooltroep in kwijt. En weet ik veel wat. Hier, in een leuke bruine kleur. Draai. Ja. Oh, nee. Ja. Draai. Ja, top. Die doen we zo. Dat is eigenlijk ook nog... Nee, daar zit ik. Daar doen we gewoon weer een grote plant. En dan nog een grote plant daar. En ook doen we hier nog wat kleine plantjes op. Ik weet dat ze niet weer helemaal midden in het raam staan. Maar het kan prima. Grote plant. In de plantjesklas. Hele pergola waar je doorheen loopt. Voordat je naar binnen komt. Nee, we doen nog die. Die is ook leuk. Oeh, ja. Die wil ik precies daar. Wordt wel echt een plantjesklas nu, hè? En nog even een grote plant. Oh, ja, gewoon nog in het zwart. Oeh. Bla. Daar nog. Hier nog wat kleine plantjes op. Nou, dan is de plantjesklas klaar. Ben ik heel benieuwd wat die juffer van gaat vinden. Oh, en nog wat papierwerk en zo wil ik er nog wel bij doen. Deze weer even. Het is jammer dat er niet echt mega veel plantjes in zitten. Dat er echt nog veel meer... Hey! Plantje hier op de kast. Oké, dan kunnen we dus nog meer van opzetten. Oké, dan komt er nog meer bij. Hij gaat helemaal vol. We gaan hem helemaal vol doen. Het wordt net het truttige cottage van de boerderij. Die stond ook helemaal vol. Boekjes.
Ja, die wil ik hebben. Studiemateriaal. Wat heb ik toch veel moeite met die besturing hierin. Wacht. Oh, ik zag wat leuks. Kijk, ze hebben ook geleerd om zelf hun groentes te maken. Kijk, dat staat ook daar in de klas. Dat hebben ze allemaal verbouwd. Buiten in een moestuintje. Een gietertje. Oh ja, dat wilden jullie ook nog, een gietertje. Hebben we die ook nog? Er zitten zoveel leuke dingen in. Ik wil nog veel meer klikken en geven. Waar is mijn... Waar heeft hij dat nou neergelegd? Hier. Ja, dat mag gewoon op een tafeltje. Kijk, dat doen we op die andere tafeltjes. Dan gooit het gewoon op de grond. Gewoon nog wat studiemateriaal. Hoppa. Hier nog. De juf moet... Wat doet de juf trouwens op de computer? Moeten we daar een... Ja, een wereldkaart, zeggen jullie. Ja, dat zie ik. Maar waar ga ik dat dan ophangen, joh? Oh, zeker ook nog over die kluisjes heen. Super zet. Hé, hey, wat doen we bij de juf op de bureau? Daar moet ook iets, toch? Wat zetten we daar neer? Oeh, tijdschriftrekje, leuk. Oh, had deze nou als enige geen studiemateriaal gekregen? Oh, dat is zielig. Ik heb geen plek meer. Het zit vol. Het zit echt vol. Kan misschien nog hier? Het zit echt vol. Tijdschriftenrekje. Zo, ja. Die kan daar nog wel. Ja, het zit echt zo vol. Echt niet... Koffie. Oh ja, hebben we dat? Een kopje koffie? Sowieso een kopje koffie. Oh, nee. Wacht. Ik wil dit nog niet zien. Ik ben nog niet klaar. Ik had gewoon weer ruzie met de controls. Kopje koffie. Waar hebben we een kopje koffie? Hier, ja hoor. Wel een heel deftig kopje koffie, Heesa. En wat nog meer? Wat kan er nog iets bij zetten? Een computertje? Hebben we dat? Is dat een laptopje of zo? Een stofzuiger moesten we ook nog in de klas. Nou, er zijn nog zoveel leuke dingen. Waarom zijn er nog zoveel leuke dingen? Computertje. Ik weet niet of dat erbij zit, hoor. Oh, jawel, echt een computer. Nou, doen we dat. Kijk. Hier doen we de koffie van de andere kant. Dan staat er een pc aan de verkeerde kant. De pc hangt er wel een beetje overheen, hoor. Een klein beetje gevaarlijk wat ze daar aan het doen is. Maar goed, ze doet het er maar mee. Oké, misschien moet ik hem dan toch aan de andere kant zetten. Want het hangt er wel echt heel ver overheen, moet je zien. Kijk, dit is beter. Nou hangt alleen een scherm eroverheen. Maar ja, het is gewoon een beetje een rare juf. Die doet dat gewoon met het luxe scherm. Oké, en nog één ding. Ik ga nog even kijken nog voor meer rotzooi. Hier nog een open boek. Dat is ook wel leuk. In plaats van bij iedereen zo van dat studiemateriaal. Deze heeft een open boek op tafel liggen. Ik heb geen idee, hè, of ze dit zo meteen kunnen gebruiken. Ik heb echt geen idee. Ik heb het ook nog nooit... Stapel tijdschriften. Ja, die komt hier nog. Hop. Oh, lekker vol, jongens. En Melissa, hou je dat nog vol met je claustrofobie? Hier, wereldbol. Ja, top. Op de kast. Die gebruiken ze niet zo vaak. Maar als ze dan... Nou, kijk nou toch. Oh, ik heb hier nog boeken. Ja, die zijn ook leuk. Waar kan ik die nog kwijt? Hè? Geen plek. Ik weet niet meer. Ah, dit kan ik niet meer kwijt. Jammer. Oké. Nou. En, wat vinden jullie ervan? Helemaal vol, ja. Het is echt mega vol. Kom, we gaan het bekijken. Goed, ik ga er doorheen lopen. Gaan we kijken of ik er doorheen pas. La, la, la. Je bent niet in de school. Ik heb straf. Het is maar goed dat we trouwens voor het grootste lokaal hebben gekozen. Want het had echt niet gepast. Kijk nou toch. Het werkt ook nog gewoon. Oh, alleen dit niet. Je kan niet langs Hans. Dat gaat niet. Maar kijk, je kan wel overal tussendoor. Dus je kan overal als juffrouw zo kijken. Zo van, hé. Kijk, zie je, kan overal tussendoor. Je kan alleen niet op de stoel van de juf zitten. Want dat gaat nooit. Want er zitten leuningen. Dat is een beetje jammer. De wasbak. Werkt ook. Getest. Hier kan je alle plantjes bekijken. Je kan zelfs plantjes aan- en uitzetten. Top. Je kan Hans nog even bekijken. Misschien als ik Hans even een klein beetje duw. Ja, kijk, dat is beter. Hans staat daar beter. Ja, dit is goed. Ja, Hans. Hoi, Hans. Hé, hey, maar dit is leuk, toch? Oké, we gaan... Ik ga stoppen. Ik ga vragen wat ze ervan vindt. Jazeker, ik ben helemaal klaar. Ik ben mega tevreden.
Oh, wie gaan er hier werken? Oh, kan ook echt kiezen. We kunnen altijd later andere werknemers kiezen, maar wie wil je hier nu aan de slag laten gaan? Oké. Okay. Nou, wie kiezen we? Kiezen we Eloïse? Of? Ik kan alleen Eloïse kiezen. Ik kan alleen wat anders kiezen. Ik kan alleen haar kiezen. Dus nou, oké. Okay. Dan moet ze wel voor wat anders aan. Ze moet wel uitzien als een echte juf. Op zich moet ik zeggen, ze ziet er redelijk uit als een echte juf. Eigenlijk. Maar ze kan vast nog iets suffers aan. Sorry voor iedereen die kijkt. Die juffrouw is, die denkt, ik zie er helemaal niet suf uit. Nee hoor. Maar de plantjesjuffrouw, die doet iets groens aan. Oh ja, hoor, ik ben een deftige plantjesjuffrouw. Ja, ik vind er zo wel een deftige plantjesjuffrouw. Oeh. Oh nee. Ja, super, super. Zoiets moet het zijn. Ja, dit is top. Ja, je kon wel personage wijzigen. Ja, maar waar dan? Waar staat het dan? Hoe wijzig ik dan? Of moest ik dat dan eerst bij haar kiezen? Nee, toch? Maar deze personage... Maar oké, hoe kom ik daar? Hoe kom ik hier nu weg dan? Ik kan haar nu alleen kiezen. Kijk. Personage wijzigen. Oh! Zo dom. Oké, nou. Wie kiezen we? Mogen je... Oké, lekker scherp. Wie wordt de juf? Dan hebben we Claude. Die hebben we, dat is Rick, zeg maar. Dat is die gamer. Nou, die zou ik geen les laten geven. Ah, nee hoor, dat zou Rick vet goed kunnen. Maar deze gamer niet, denk ik. Dan hebben we Carolina Putsch, Tasha. Oh, ik kan er maar 4 geven, dus Bertha wordt het sowieso niet. Sorry voor iedereen die nu op Bertha stemt. Ik mag maar 4 opties in de poll doen. Dus helaas, Bertha. Bertha viel af daardoor. En iedereen, doe Bertha, Bertha. Iedereen was al Bertha. Maar ik vind Bertha echt een goede juf. Oh. Oké, nou, weet je, omdat Bertha sad is... Wacht, ik doe de poll wel beëindigen. Omdat Bertha zo sad is dat ze niet eens in de poll mocht... is Bertha de winnaar. Zo, Bertha is het geworden. Oké, maar ze moet wel van een andere outfit. Ja, Bertha. Oké, doen we wel gewoon Bertha. Maar mag ze dan wel wat sufs aan? Oh, Bertha. Aan. Maar het is Bertha de plantjesjuffrouw, hè? Oh, ja. Ja, top, 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 top. Oeh. Ah, maar dit is wel chic wat ze aan heeft. Dit is leuk. Oké, en dan kunnen ze ook nog iets op haar hoofd? Nee, ik kan de bril niet eens zien, want ze is... Ze heeft zo'n grote neus. Dat ik niet eens kan zien wat ze voor bril zo op heeft. Ik bedoel... Oh nee, nee, nu is zijn oog aan de zijkant en aan de voorkant. Dat is een beetje vreemd. Ik kan niet zien hoor. Zie, kun jij het goed zien? Dat is een beetje raar. Maar oké, als zij zo wat aan die bril heeft. Hier, doen we ook echt zo'n truttige... Ja, top. Dit doen we. Oeh nee, zo in het bruin. Ja. Helemaal goed. Dit wordt hem. Oh, Bertha. Wil je nog iets op je hoofd, Bertha? Wil je nog een sinaasappel op je hoofd? Of een... Oh, nee, niet deze lelijke jurk. Hé, hey, Bertha, dit had ik je niet aangetrokken. Hè? Oh, we kunnen Bertha ook zo'n jurkje. Doen we Bertha zo'n jurkje aan? Of oh. Nee, dit is Bertha. Kijk er ook helemaal tevreden mee zijn. Dit is het. Bertha komt in de badjas. Nee, we doen dit. Dit is Bertha. Dit is het geworden. Eeuw, zag Melisje. Ja, dit wordt hem. Bertha is helemaal blij. Ik heb gekozen. Kom maar, Bertha. Kom maar binnen. Dames en heren, mag ik jullie welkom... Oh, wat? Oh, nee, nog niet. Er komt nog geen Bertha. Ik moet eerst even mijn school een naam geven. Nou, roep maar. Hoe noemen we de school? Bertha for life! Sharon zegt, je doet aan dierenmishandeling hoor, Maris. Hoezo? Ze zag er vet leuk uit. She once said, Bertha komt in de badjas. Maar die bril is inderdaad best wel nutteloos. De Bertha school, de Crea Academie. Ah, oké, ja, dat vind ik wel een mooie. Dat vind ik wel een mooie. We gaan voor de Crea Academie.
Het woord academie klinkt ook slim. Dus dat is ook top. Crea. Crea academie. Vet lief. Onze kindjes die hebben dus ook een school gemaakt. Maar die maken dat dan echt zoals zij het kennen. Dus die hebben echt gewoon zo'n gewoon klaslokaaltje gemaakt. Maar die gaan dus ook... De naam van de school. Die geeft dus ook gewoon dezelfde naam als dat hun eigen school ook is. Vet schattig. Oké, ja. Crea Academie, jongens. Crea Academie is ontstaan. Als je zin hebt om naar de Crea Academie te komen, je bent welkom. Ik ga intussen snel een foto maken van mijn Crea Academie. Oh, zo lief! Zo gezellig. Zulke nutteloze kluisjes. Ja, dit is de foto. Een typische schoolfoto. Lekker scheef ook. Beter dan dit. Nou, kijk ze nou zo lief zitten. Ze gebruiken die spullen op een tafeltje helemaal niet. Zie je dat? Ze hebben gewoon hun eigen boeken meegenomen. Vinden ze mijn boeken weer niet goed genoeg. Doei Eveline, slaap lekker. Ja, schattig hè? En, is ze blij? Nou. Oh, een groepsfoto. Oh. Ik vind dat die foto... We kunnen wel even een betere foto maken dan dat van net. Maar even een betere foto maken. Even kijken hoor. Hoe werkt het ook alweer? X is inzoomen. Maar dan hebben we ook dat mens erop. Dat mens moet weg. Ga eens weg. Oh, gids verbergen. Oh nee, dat is een andere gids. Ik kan er niet verder uit beeld duwen dan dit. Kijk, ik heb wel de camera pro tegenwoordig. Oh, dan moet ik niet dit doen. Even wachten hoor. Oh, wow. Hoe doe ik die pro camera? Hoe doe ik dat? Oh, rechter. Nee. Nee, ook niet. Hoe doe ik die pro camera ook alweer? Nee, niet zo. Niet zo, niet zo. Ja, misschien kan het niet hoor, binnen. Ik weet het eigenlijk niet. Oh, handcamera, minnetje. Kijk, zegt Bertha. Ga eens aan de kant. Probeer een foto te maken van mijn school. Bertha. Bertha moet per se... Nou, oké. Okay. Oké dan, Bertha. Ik zie je nog steeds, Bertha. Bertha, ga aan de kant. Ik wil mijn foto... Oh, ik wil mijn foto hier maken. Ja, dit wordt hem. Dit is denk ik wel leuk zo. Ja, een beetje zo. Dat is leuk zo, toch? Of doen we het meer zo? Ik vind die kant, andere kant van de klas zo gezellig. Maar ik vind het wel leuk dat je iemand ziet zitten. Wacht. Oh, kan ik niet? Hallo? 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 Aan de kant, Bertha. Aan de kant. Bertha, ik moet hier wezen. Ga nou weg. Ik duw er gewoon aan de kant hoor, met mijn telefoon. Kijk, niet misselijk worden mensen. Niet misselijk worden. Oh, er staat Lottie er weer op. Oh, kijk. Oh, hij zit op de strafplek. Oh. Hij had natuurlijk niet geleerd. Want hij heeft alleen maar zitten gamen. Ja, maar ik had mij echt niet kunnen maken. Want ik was super moe. Want ik kreeg mijn arcade niet uit. En daardoor kon ik niet slapen. En dan moet hij hier. Arme gast. Oh, zo sad. Echt heel zielig. Ik zal hem niet op de foto zetten. Nou, en Lottie is dan maar gewoon de directrice. Kom maar, Bertha. Kom er maar bij. Kom. Ja, nou komt ze niet meer. Nou, geen Bertha. Dit is de foto van mijn school. Kijk, hier ben ik helemaal. Het was sad, hè? Dat hij inderdaad op de strafbank zit. Echt heel zielig. Oké, nou, ik heb een foto gemaakt, hoor. Oh, laten we een foto maken. Oh, dit was niet goed genoeg. Oh, jongen, jongen. Nou, dit was dan alleen maar voor de stream. Ik drink een slokje water erop. En ik kon niet bij mijn boeken, want uw bord staat in de weg. Ja, precies. En daar zit hij eeuwig op die strafbank. Kijk, hij mag niet eens mee op de foto. Yay! Yes! Nou, het is echt een leuk schooltje geworden zo. Was ook heel leuk om in te richten. Oh,
Wat wil ik zeggen? Goed gedaan iedereen. Feest. Hoezo goed gedaan iedereen? Ik heb het allemaal zelf gedaan. Feest, hoera. Een paar woorden. Bedankt. Nou, ik krijg zo diepzinnige dingen gezegd. Oké, we mag de foto maken. Even een beetje inzoomen. Kijk hoe leuk. Beetje uitzoomen. Ja. Ah, die is zo leuk. Ah, die is echt heel schattig. En Bertha doet natuurlijk weer niks. En die gast links ook niks. Maar kijk, ik was natuurlijk... Yay! En Nico is echt super enthousiast. Dat is echt wel leuk. Ik vind hem goed gelukt. Ja, hij is perfect. Nee, we hoeven er echt niet nog in. Hij is helemaal leuk. Yay! Ja, dat is precies de foto die ik had. Echt heel leuk. Nou. Wat krijg ik hiervoor? Ja, oh, kijk wat Nico zegt. Ik denk dat ik op zo'n vrij ontworpen plek zelfs goede cijfers zou halen voor mijn slechtste vakken. Nou, als hij dat nou had gezegd als we die hele gameklasse hadden gemaakt, dan had ik hem geloofd. En Wardo vond het er verzorgd uitzien. Nou, mooi. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Yes! Thank you voor alle lieve complimentjes. Woehoe! Wat is er? Zeg dan gewoon niks. Nee, dat is niet eerlijk. Hij vertelt het ook gewoon niet. Wow! 25.000 Poki. Hoppa. Nou, dan kunnen we volgende keer weer leuke spulletjes aan halen. Maar ik heb voor vandaag wel alles gekocht. Dan moeten we weer even tijd reizen naar morgen. Dan kunnen we weer... Dus we hebben echt hele leuke dingen, hoor. Nou, dat was echt heel leuk. Nee, ik ben klaar. Want ik wil jullie nog even dat boerderijtje laten zien van Caroline die we vorige keer hebben gemaakt. Kijk, ik weet niet of ik daar... Wacht, volgens mij moet ik dan bij Nico wezen. Volgens mij kan ik daar met Nico heen. Dat is echt heel truttig, hoor. Shiny Moon. Ik ben zo moe. Het is ook best al wel laat. Oh, ga lekker slapen. Ga lekker slapen. Wat is Poki? Ja, dat is dus de klingels van dit ei dat je kan eten. En je hebt ook ei... I love you. Dat wilde ik zeggen, ja. Van dit I love you drijven dingen in het water. Daar verdien je Poki's. En dat kan je weer niet uitgeven op Klingel-eiland. Was een liedje, ging ik net zingen. Ja, en dat ging ook net goed nog. Dus dat kan je niet uitgeven op het drijvende ding in het water waar je normaal gesproken bouwt. Maar ja, dat. Nee, ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Nee, doe hem naar beneden. Counter min. Min. Het ging goed. Het was ai-la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 . Dat is het liedje dat ze hier altijd zingen. Dat was echt. Dat was echt. Dat wilde ik ook gaan zeggen. Rick vond hem tellen. Nee. Hij ging goed. Hij ging goed. Ik heb het niet gezegd. Het was ai-la-la-la-la. Ai-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la. Nou, kijk, de dierenbende zegt ook, je hebt het niet gezegd. Maar Melissa zegt, 19. Ja, ja, hij telde, zegt Dark Princess. Nou, vooruit, vooruit. Ik heb nog geen 26 keer gezegd. Kijk, kan ik hier nu heen? Ik heb dit dus nog nooit gedaan, hè? Bezoeken. Oh, je kan het al een beetje zien van mijn geweldige foto. Jawel, Maris, je zei het gewoon. Kijk, Shiny Moon in één keer weer wakker zijn. Helemaal actief. Kijk, zij wilde dus... Caroline wilde een boerderijtje. Dus ze wilden het heel schattig en boerderijtjesachtig ingericht. Dus wat ik zeg, toen kwam de boerin Maris weer helemaal terug naar boven. Dus ik heb het echt helemaal ingericht met allemaal, nou ja, truttigheid en zo. Hier ook. En de binnenkant heb ik natuurlijk echt een boerderijtje van gemaakt. Ik vond die heel leuk. Het was heel leuk om te maken. Hoe kun je dat doen, bezoeken? Nou ja, ik doe het nu net. Via Nico kan je er dan heen, geloof ik.
even met Nico praten. Kijk, dit is de boerderijtje van binnen. Dus ik heb echt de meest truttige spullen gezocht die ik maar kon vinden. En van die potjes groente erop. En van die koekoeksklok aan de muur. Zie, daar zo. En ook dat lampje er weer boven. En dat behangetje. Ik heb een lekkere appeltaart op tafel gezet. Oh, deze was zo lekker truttig om te maken. Zij heeft wel een bed gekregen trouwens. Maar zij heeft dan weer geen bank. Zij zit met haar bezoek gewoon aan tafel. En ik heb ook een overalletje erbij neergezet. Dat vond ik helemaal passen. Maar goed, als het goed is, kunnen we dus zo meteen, als we wat verder komen, dus ook deze huisjes groter maken zoals we willen. De wandjes dus plaatsen, bovenverdiepingen maken en zo. Een restaurant nog gaan inrichten, een ziekenhuis gaan inrichten. Oh jongens, er komt nog echt zoveel meer. Superleuk. Maar ik vind deze keuken echt, ja, ik vind hem echt geweldig. Kijk aan die appeltaart eten. Ja, lief hè. Zit ook lekker. Ik vind haar zo schattig. Ik wilde haar ook nog uitnodigen op mijn eiland. La 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 la, dit is het afscheidslied. La 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 la, het ging net al goed. La la la, nee, Rick, niet zeggen, dat was niet wat ik ging zingen. Want dit was echt wat ik wilde zingen. Ay la la, nee, 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 nee. Oh nee, het was het ay la 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 lied. Oh, nou, we moeten maar snel gaan stoppen. Dan heb ik wel net gered voor de 26 keer. Nee, toch zijn de dieren binnen. Je hebt het weer net niet gezegd. Nee, inderdaad. Trouwens, ik had voor vanavond ook nog lekker drinken voor mezelf gehaald. Dat heb ik ook nog helemaal niet gedronken. Wacht. Ga ik even pakken. Ik heb namelijk lekker, niet gesponsord, maar push. IJsthee voor mezelf gehaald met mango. Die is lekker. Die Maris die denkt straks dat ik Doodle maar nooit mot gemaakt. Want ze blijft ze maar omhoog zetten. Ja, Doodle. Je staat niet aan mijn kant. Je staat aan Rikse kant. Don't like it. Hij zegt, het leuk geprobeerd, Maris. La 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 la. Ja, dat telt. Ja, dat telt. La 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 la. Shiny Moon, je was moe. Niet zo wakker zijn. Niet zo scherp. Hè? Oogjes dicht. Oh, oogjes vallen toe. Moe. Hoort allemaal niet zo goed meer. Die ei la 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 moet toegevoegd worden aan mijn bloeplied. You can bloop. En dan op het einde. Ei la 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 la. Oh, wat lelijk. Nou, helaas. Ik had me er weer niet mee gered. Was te proberen. Maar goed, dit dus. Willen jullie er nog meer zien? Nog meer van de prachtige huisjes die ik heb gemaakt. Cola zeker? Nee, ik heb geen cola gedronken vandaag. ADHD? Ja, misschien. Altijd druk. Je kan het huis en de brug ook aanpassen. Ja, dat huis, dat hoorde ik net inderdaad. De brug, dat weet ik. Of in ieder geval die hellingen. Ja, maar had ik een andere helling gaan. Want het was in eerste instantie volgens mij een boomstambrug. En die had ik daarvoor ook al. Oh, welkom terug. Ik ben ook meteen hier. Volgende verboden woord is ai la 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 la. Nee, dan kan ik niet meer mijn afscheidslied zingen. Weet ik nu al niet meer hoe die moet. Love the energy op deze zondagavond. Ja, maar je wordt er niet heel slaperig van. Of wel, moet je Shiny Moon vragen, die weet wat. Welterusten iedereen die gaat slapen, slaap lekker. Je vindt eieren gewoon lekker. Ja, ook. Ja, daar komt het zeker door. Hey, ik ben even klaar met werken. Ik heb veel pookjes verdiend, maar ik heb niet zoveel spullen meer die ik kan kopen nu. Ik heb maar een paar dingetjes meegenomen eigenlijk. Groovy overhemd. Oh, dat is even het enige waar ik nu bij kan. Ja, want je kan niet... Oh, dat ging ik jullie nog laten zien. Wacht, we gingen nog even een rondje over het eiland. Kijk, hiernaast zit dus de school... Oh, nee, ik zei het weer. Nee. Kijk nou, tel me er maar weer bij, Melissa. Tel me er maar weer bij, Doodlehammer. Oh. Ik zei het weer. Ja, top. Echt super. Echt super goed. Oké, super knap. Oh, Melissa. Wat heb je vaak je emote kunnen gebruiken vanavond? Ik ga je nog een rondleiding geven over dit drijvende ding. Kijk,
Hier hebben we nog meer. Ik weet nog niet wat dit wordt. Dit wordt ook nog iets. Maar het zit nog op slot, dus ik kan er nog niet in. Maar dat wordt dus blijkbaar net zoals dit schooltje. Iets. Ik heb er hier ergens nog eentje. Kijk, en dat spul dat hier groeit, dat mag ik dus gewoon plukken. Mag ik gewoon meenemen naar huis. Huis! Huis! Waarom kom ik er nu pas op? Waarom heb ik dat niet al veel eerder gebruikt? Dit mag ik meenemen naar huis. Als ik aan het bouwen ben thuis. In mijn eigen huis. Waarom bedenk ik me dat nu pas? Zoveel makkelijker dan drijvend ding in het water. Oké, en je hebt nog een heel groot stuk strand hier. Oh, zit je hier zo schattig te doen. Dat wist ik niet dat dat hier ook lag. Wat zit daarin? Wacht even, ik moest even een slokje drinken. Helemaal dorst voor mijn Ailala lied. Even kijken. Hé, hey, joh, wat is dit? Een licht mos tapijt. Is dat leuk? Waarschijnlijk niet. Vast niet. Eel. Het ziet eruit alsof je groene kots op je grond hebt liggen dan. Dat hoef ik nooit te maken. Dat gaan we niet doen. Oké, nou ja, je hebt hier dus nog meer van die gebouwtjes zitten. Hier is er ook nog eentje, wordt ook nog iets. En hier is er nog eentje, wordt ook nog iets. Maar ik weet dus nog niet wat. Ik heb nog geen idee. Oh, dat is een ziekenhuis. Oh, is die van net een ziekenhuis? Deze? Even kijken, waar is die hoor? Hier zit ik al met mijn klanten te praten. Dit is een ziekenhuis. Oh, schattig. Dat is wel leuk. Dat wordt wel leuk. Maar drijvend ding in het water, dat klinkt wel leuker. Ja, dat is wel waar. Maar daar ben ik ook de fout mee gegaan. Toen maakte ik het drijvend ding in het en toen het verboden woord van. Dus dat ging ook niet helemaal goed. Ander plakkie, cause she is Crea Queen. Ay la 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 la. Dat was niet de ay la 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 die we net hadden. Maar ik weet niet meer hoe die ging. Dus daar moeten we het maar gewoon mee doen. Oké, maar ja, dat is het dus. En je kan verder niet dan dus naar al die vakantiehuisjes lopen. Je kan nu gewoon weer, als je weer gaat werken, weer een nieuwe uitzoeken voor wie je wat wil gaan maken. Je kan ze eruit zetten. Je kan dus blijkbaar... Oh, dat gaan we even doen. We gaan het even mee naar huis nemen. Die chocolaatjes geven aan je eigen villagers. Waardoor je eigen villagers hier een vakantiehuisje willen maken. Gaat nog goed, hè? Ik heb het niet gezegd, hè? Gaat nog goed. Ik hou van het strand, zegt Feline. Ja, ik wel in het spel. Maar in het echte leven ben ik niet mega fan van het strand. Want ik hou niet zo van zand. En ik vind water ook vies altijd. En vies op modder en vies is meteen... Nee, ik ben niet zo fan van zand. Mm. En al helemaal niet van als je nat bent en je komt uit het water. En dat zand zit dan aan je voeten. En dat gaat dan op je handdoek. En dan moet je dat daarna dan in je slippers en zo. En dan, nee, ik ben niet zo fan van strand. Maar misschien als je echt een vet luxe strand hebt of zo. Misschien op Curaçao of zo, dat het dan beter is. Maar zeker liever zwembad. Ja, inderdaad. Memona, liever zwembad. Ik heb je 0 keer het verboden woord horen zeggen vandaag. Nou, dat is lief. Of dan heb je slecht opgelet. Melissa zegt, ik ben echt een strandmens. Oh, nou ja, lekker. Ja, ik weet niet. Ik ben er niet zo heel vaak, heel eerlijk gezegd. Kijk nou, begint hij al helemaal schemerig te worden. Wat hebben we hier? Hey, wat zijn je Animal Crossing livestreams leuk om naar te kijken en heel inspirerend. Hopelijk kunnen we misschien elkaar bezoeken op onze Animal Crossing eiland. Nou, wat lief! Dank je. Wat heb je gestuurd? Openen. Ah, Nintendo Switch Live. Wat lief. Oké, we gaan nog even die villagers zoeken om de chocoladesouveniertjes aan te geven. Maar dan doe ik wel mijn favoriete villagers. Die hebben nu allemaal bij elkaar wonen, dus ze zullen daar vast in de buurt zitten. Welkom in mijn kale vlakte. Het moet echt nog even gezellig gemaakt worden, maar ik weet nog niet wat. Oh, ze zijn niet thuis. Ze zijn allemaal niet thuis, of wel? Nee toch, als het gordijntje dicht is, zijn ze toch niet thuis. Waar zijn ze dan? Oh jongens, gaan we weer uren zoeken hoor. Zoek naar alle villagers. Joehoe. Waar zijn ze? Wat? Nee, wat? Wat heb ik het weer gezegd? Nee. Oh, ik heb het echt niet doorgehad. Wanneer zei ik dat? Herhaal even, wat zei ik? Welke zin zei ik? Ja, ik weet het verboden woord wat ik zei, maar...
Oh, kijk, hier is er eentje. Oh, ze is druk bezig. Ik heb iets voor je. Ik vind haar zo lief. Maar krijgt ze snel meteen alle drie? Nee, toch? Ik geef er wel gewoon eentje, toch? keer. Oh, door die brief zei ik het. Oh, nee! Omdat ik die brief natuurlijk aan het voorlezen had. Oh, wat erg. Ja, gemeen. Gemeen, degene die dat cadeautje heeft. Ik alleen maar gestuurd zodat ik weer het verboden woord zou zeggen. 23 keer. Oh my. Oh. Je kan er ook echt al meteen meenemen. Ja, maar ik ga niet nog een huisje bouwen, jongens. Het is al 11 uur. Ik moet morgen ook weer vroeg op. Melba die staat inderdaad lekker door te zingen. Mie, mie, ma, mie, moe, moe. Maud zegt, die zegt dat nu al zo vaak dat ik het zelf niet eens meer hoor. Nou, ik ook niet. Ik hoor het ook helemaal niet. Daar komt het door inderdaad. Oh, wat erg. Tip, lees geen brieven meer. Dank je Laura, dat moet ik inderdaad doen. Oh, Sharon zegt, mijn katten hebben hun drukke 10 minuten. Oh, ik haat het altijd als ze dat hebben. Hier vallen dan altijd hele coolboxen om en zo. En dat soort dingen. Oh, Peanut vindt het hier wel leuk. Oh, dat vind ik wel heel schattig als mijn eigen villagers hier ook op vakantie zijn. Ach, kijk er nou. Je kan wel weer mee naar huis, toch? Je blijft nu niet eeuwig hier zo dansen. Want ik vind het wel ongezellig als jij niet op mijn eiland woont. Zij is echt mijn favorietje. Peanut. Zij is zo lief. Maar kijk, ik nou zo blij zijn. Ik ga met hem meedansen. Maar ik kan niet zo lief rondlopend. Met die muzieknootjes. Ah, ze is zo schattig. Ja, Peanut is cute, hè? Oh, nee! Oh, ik heb het ook echt gewoon echt nog steeds totaal niet door. Oh, het is verschrikkelijk dit. Oh. Oh, wat erg. Nou, ja, 24 keer maar eens schaam je, zegt Sarah. Ja, maar echt. Is het niet mega grappig om te kijken dat ik ook gewoon totaal niet door heb? Ook gewoon vet serieus, gewoon dat woord ook gewoon uitspreken zonder moeite. Ja, het is echt wel een beetje gênant, ja. Ja. Maar Melissa heeft in ieder geval de avond van haar leven, zegt ze. Dat zo vaak. Dat is echt haar favoriete nieuwe sticker die ze heeft. De nieuwe emote. En dat is dan mijn hoofd met zo'n kruis erin. Die kan ze gebruiken en ze helemaal blij mee. Dus dit was vanavond ook allemaal voor jou, Melissa. Want deze stream was natuurlijk ook speciaal voor jou op zondagavond. En niet op een andere avond. Zodat je lekker televisie kon kijken. Op verjaardag kon gaan. Weet ik veel. Op bios. Wat ging je doen? Allemaal leuke dingen. Ja, ik mag het nog maar 2 keer zeggen, hè? Nog maar 2 keer. En dan is het klaar. Maar goed, als ik hier nu wegga, laat ik haar hier dan achter. Bye, Poppy. Poppy, Peanut. We'll miss you. Wat is het vluchtplan? Alsof ik een heel plan heb gemaakt om Peanut hier gewoon te dumpen en snel weg te gaan. Ik wil wel naar Harvey. Naar Harvey, punt. Ik wil wel naar Harvey. Ik wil wel naar Harvey. Ik ben er klaar voor. Ik zal jullie laten zien wat ik allemaal bij Harvey heb inmiddels. Misschien kan ik er nog even eentje bij doen. Volgens mij moet ik er nog 1. 1 zo'n Lloyd. En naar de bios gingen we gisteren. Oh ja, zo gezellig. Dank u. Heel lief van je. Ja, zo ben ik, Melissa. Is het een aanrader om dit te kopen, vraagt Jasmijn. Ja, het ligt eraan wat je leuk vindt om te doen. Kijk, als je het leuk vindt om gewoon lekker hout te hakken en weet ik veel wat, ja, dan niet waarschijnlijk. Maar als je het leuk vindt om huisjes in te richten en gewoon een keertje even wat anders te doen dan alleen maar bezig zijn met je eiland. Maar ook in het... Huh?
Ja. Maar in de tussentijd wel spulletjes te sparen waarmee je het weer leuk heeft. Ja. Wat? Ik heb nog één keer te gaan. Hé, had ik het wel goed ingeschat van tevoren, hè? Hoe vaak ik het ging zeggen. Maar is hoe? Ja, ik weet het ook niet. Echt gewoon geen goed werkend brein hebben. Dat is gewoon hoe het gaat. Kijk, ik heb Red. Dat is mijn laatste die erbij is gekomen. Oh, wat erg dit. Nou, wat wel fijn is, is dat Red hier nu voortaan zit. Want Red komt zo weinig met zijn bootje. Echt niet te doen. Jullie gaan nu heel erg goed zitten luisteren of ik het nog één keer zeg. Maar ik ga het niet doen. Het gaat nu goed. Ik ga nu mijn brein gebruiken om 11 uur 's avonds. Het is kort over 11. Maar hier kan ik nu in ieder geval, denk ik, elke dag naar hem toe. Dus dat is makkelijker. Dat scheelt. Skip even het verhaal hoor. Geen zin in verhaal. Laat me kijken naar je kunst. Ik heb er nog helemaal niet geweest hier. Ik weet het, vriend. Ik weet het, maar je komt nooit bij mij langs. Nooit. Echt bijna nooit. Maar ik weet wat je doet. Schiet op. Ja, oké. En nu? Nog weer met je kletsen? Is dat hoe het voor jullie voelt als ik de hele avond zit te kletsen? Skip, skip, baby, baby, baby. Laat me nou zien. Mag ik niet zien? Oh, oh, dit is het. Oh, dit is het. Oh, ik weet niet of ik dit heb. Ik dacht, hij gaat mij een, weet ik veel, een overzichtje geven of zo. Maar dit is het. Dit zijn de kindswerken die hier staan. Ah, oké. Dan weten we dat ook weer. Ik moet even thuis kijken in mijn galerij of ik dit heb. Ik heb geen idee, heel eerlijk gezegd. Is Red een meisje? Oh, ik heb echt geen idee. Ik ben blijkbaar echt heel slecht in jongetjes en meisjes in deze game. Luca, dankjewel voor de superchat. Er is een pinding bij de ingang van Harvey Islands. Ja, ik weet het. Ik ging vorige keer helemaal terug. Maar ik hoorde ook vandaag bij Dionne de stream dat je dat na je eerste kraampje pas krijgt. Dus de vorige keer was ik niet voor niks helemaal één meer gegaan. Want ik dacht echt van, huh? Heb ik dat nou niet gezien, zo dom? Oh, ik kom echt maar een paar tekort. Kijk, ik ga even geld pinnen. Dan kan ik dat andere dingetje ook doen. Heb ik het weer gezet? Nou, dan zitten we nu op de 26. Dan is dit het einde van de stream. Ach, wat erg. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Het was niet eens mijn bedoeling. Ik wilde echt de 26e gebruiken om echt bewust te zeggen. Maar helaas. En wie hou ik ook voor de gek? Wie hou ik ook voor de gek? Oh, ik had gewoon genoeg geld, joh. Ik had niet eens hoeven pinnen. Hoppa. Wat doet hij eigenlijk? Ik heb niet gelezen. Doneren. Ik vind het best. Open maar. Ik vind het allemaal best. Helemaal goed. 26 keer. Niet goed dit Maris. Nope. Margie zegt ook, Maris is er helemaal klaar mee. Ja, het was echt een heel moeilijk verboden woord dit keer. Hé, hey, maar als ik die laatste dus zometeen heb hier zo, dan heb ik ze gewoon alle 6. Kijk maar, de rest heb ik ook. Die waarzegsters, echt trouwens een raar iets hoor. Ik snap echt niet wat ik daarvan moet vinden. Sahara is wel handig, die verkoopt altijd leuke dingen. Kijk wat ze vandaag heeft. Nee, dit heb ik allemaal al. Nee, oké. Oké. En ik ben... Dit vind ik ook een rare trouwens. Maar goed, misschien handig als ik een keer echt volle zak heb. Wat bij mij op zich best wel vaak is. Ik zit even te checken hoor. Of ik niet in de tussentijd per ongeluk weer het verboden woord heb gezegd. Maar ik zie nog niks. Slaap lekker iedereen. Wel trusten allemaal. Bij hem kom ik trouwens wel echt heel erg vaak. Dus dat aanpassen van die spullen vind ik echt super chill. Nou, ik heb lijf minder nodig even weer de laatste tijd. Want ik heb al mega veel plantjes en zo. Dus ik ga nog één keer mijn haar knippen. Ik heb zin om nog even een nieuw kapsel te doen. Dan gaan we stoppen, goed? Dan is het einde. Dan gaan we volgende keer weer verder. Vonden jullie het leuk trouwens? Wat vonden jullie van de DLC? Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. En vonden jullie het ook leuk om te kijken? Het was wel weer eens een keer wat anders dan mijn eilandje. Oeps! Oeps!
Ik zag dat woord echt vaak. Oh nee, nou ben ik over de 26. Oh my. Jullie vonden het leuk? Geweldig. Een van de beste streams. Ah. Oh. Nou, dat is leuk. Wat vinden jullie van mijn kapsel? Nou, nee hoor, dank je. Ik hoef die echt niet. Die hoef ik echt niet. Ik vond het geweldig. Je hebt 27 keer. Oh, wat erg. Ja, alsjeblieft, geef me mijn gewone haar terug. Ik lijk op die vrouw in die film. Welke film was dat ook weer? Ik weet niet meer. Jongens, ik ben helemaal van me apropos door het woord van vandaag. Het is klaar. Helemaal, ja, laat me zo. Het ziet er goed uit. Nou, daar hoef ik niet aan te wennen hoor. Het was gewoon niet mooi. Zoeteke. Oké. Ik ga... Ja, top. Ik ga opslaan. Ik ga dan... Ik weet dus niet of ik Peanut nou weer terug heb bij mij thuis. Of dat ze daarna nog steeds vakantie aan het vieren is. Maar dan ga ik voor de volgende keer wel... voor de volgende keer wel kijken of ik dan voordat daar iets kan maken. Doodlehummer zegt, ik vind het een tof stream. Ook fijn dat met die verboden woorden, dat ik meteen aan het werk kan. Nou, je hebt super gedaan, Doodlehummer. Je hebt super lekker meegedaan. Ik heb hem opgeslagen. Dus ik switch af naar het grote beeld. Zo, hello. Ik had je alleen niet nodig als sugar daddy vanavond. Want op dat eiland heb ik niet echt spullen nodig. Dat is op zich ook wel eens een keer lekker. Ik mag later gewoon eiland zeggen, want de game is over. Eiland, 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 eiland. Of telt het ook nog, want dan... I'm screwed. Dat is goed genoeg. Ik heb het heel slecht gedaan. Ja? Zeg allemaal maar in de chat. Maris, je hebt het heel slecht gedaan. Maar nee, ik vind het ook wel heel erg leuk dit. Het was inderdaad... ik vond die schoolmaken ook echt heel erg leuk. Mooie make-up. Ah, thank you. Zit het ook nog mooi? Om zo laat. 11:50. Zal ik ze gewoon erbij tellen? Zeg Doodlehummer. Nee, Doodlehummer. Je zit nog in je proefperiode. Gedraag je. Nee, Rick die... Nee. Rick die zegt counter verboden. Zet toe 12.042. No. Oké. Nou, dan ga ik het echt nooit meer erger krijgen dan vandaag. Dan was vandaag wel echt het ergste. Verboden woord ever. Oh, Maris, je hebt het heel slecht gedaan. Ja, I know. Maris, ik was juist heel trots op je. Want je hebt je record verbroken. 27 keer. Dank je. Als shiny moon. Nu lekker slapen. Oh. Nou, hey, ik vond het echt super gezellig. Voor iedereen die nog steeds lid wil worden. Je kan gewoon lid worden, ook als we niet aan het streamen zijn. Dus mocht je deze stream terugkijken, dan kan je altijd lid worden van de Creative Crew. Als je het leuk vindt. En dan heb je dus gezellig lekker stickertjes. En van alles en nog wat, als je het leuk vindt. En anders kan je natuurlijk ook altijd gewoon gratis abonneren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Nou, dan was dit het. Willen jullie de Crea Credits nog eventjes in beeld zien? Oeh! Oeh! Daar kwam veel verandering in. Dark Princess, je staat op nummer 7. Nice! Nice. En Melissa, jij komt wel steeds dichter in de buurt van Lola. Hè? Dat schiet echt op. Maar Lola is er de laatste tijd niet zo vaak meer. Dus Melissa die heeft snel eventjes het moment om in te halen. Nou, zo leuk, Maris. Het was zeker weer heel erg gezellig. Nou, dankjewel. Ik vond het ook echt super gezellig. Leuk dat jullie allemaal weer hebben gekeken. Dankjewel. Zo. Dat is van al het eiland. Komt er helemaal uit. Nee, Rick. Je doet niks. Dank jullie wel voor alle donaties. Lieve moderators, dank jullie wel allemaal voor het helpen. Dank jullie wel voor het lid worden. En voor het kijken natuurlijk de hele avond. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie heel snel weer. Gaan we weer verder met Animal Crossing spelen. Want ik heb nog genoeg te doen. Ja? Eila, la, 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 la. Nee, dat is weer een ander lied. Dat is Baby Shark. Oh, dat is nog erger. Oké, we gaan heel snel weg. Bye bye. Zie jullie snel weer.